Pluto, professor. Ja, kapitein. Die planeet Pluto. Meer dan 7 miljard kilometer van die aarde af. Dank je toch voor hyperversnelling. Die oude aas zou het ons eeuwen genomen om naar je te komen. Die doel van ons reis, professor. Als ik recht moet houden, ons een buitenpost op Pluto. Is ons mannen daar in die moeilijkheid? Nee, nee, eindelijk niet, Pukkie. Maar hulle het onlangs vreemde ruimtetuigen naar bij Pluto bemerk. Ek wil hê julle moet ondersoek instel en verslag doen. En ons sending is natuurlijk onder die voorwensel dat ons vrag iewers heen vervoer. Het is geen grap nie, kaptein. Interstellar is 'n ruimtevragmaatskappy. Vir buitestanders althans. Geheimhouding is belangrik. Nou ja, kerels, ons maak staat op julle. Alle toestellen gereed, kaptein. Ik stem saam met luitenant Boyce bevinden, kaptein. Alles is gereed. Wie het vir jou gevra, Bukkie? Machine word gesien en nie gehoor te word nie. Luitenant, alweer moet ek nie daar op wees. Ek is nie een machine. Jy is een BRR, een bewegende rekenaar robot graad 1. Ons weet, Bukkie. Wat draai julle so? Communicatieprocedure beheer, communicatieprocedure. Impala 1 gereed om te vertrek. Vlieg in jou... Julle eie koers, kaptein, oor en uit. Kwaai kykie, hè? Sy het al vergeet ons stad daai slag en stolsperse klauwe gered. Muisie duisend, Adam, regte boerenoontjie. Kan de geld. Nou is dat ek wat die besluit te neem. Die mannetjie raak Hans, hè? Koers 4-2-D geluid, man. Koers 429 bevestig. Hyperversnelling, luitenant. Ik open maar mijn kaptein. Ik heb langlaas een ruimtetuig bij je. Lida, ik heb jou gevraagd om mij te komen spreken zodat ik die jongste verwikkelingen tussen die aarde en die krokon kan verduidelijken. Die koude oorlog tussen ons en hulle is ou nuus, professor, maar. Is daar een verslechting in die toestand? Ja, ek is bevrees krokon is aan die kwaadstoek. Ons jongste inlichting dui daarop dat hulle swak skakels in ons verdedigingsnetwerk soek. Beteken dit dat krokon 'n aanval beplan? Heel moontlik, as 'n mens hulle vyandige houding in ag neem. Nou begryp ek waarom ek kaptein hulle ruiluitenant Buys persoonlik na Pluto gestuur het. Ons moet uiters versigtig wees, Lida. Jy moet ook op jou hoede wees. Vreemde ruimteverkeer moet onmiddellik aangemeld word. Nou ja, Pukkie, maak klaar wat jy begin het. Beëindig die hyperversneller. Baie dankie, kaptein. Impala 1 aan aardbasis. Hyperversneller beëindig. Sending word voortgesit oor. Boodskap ontvang, Impala 1. Wie is nou in beheer? Bewegende rekenaar Robert Pukkie het bevel van die tuig oorgeneem beheer. Hy oefen sy vliegkuns. En sonder 'n enkele fout, juffrou Leda, oor en uit. Hoop ook, Harold, ons kan enigiets te wachten wees. Enigiets, kaptein. In die ruimte kan mys altyd enigiets te wachten wees, Adam. Die ruimte is een aardige plek, vol verrassings. Ek bedoel seker dat ons op die uitkyk moet wees
vir vreemde ruimtetuie kan dit ook, ja. Gekroek on ruimtetuig. Wat soek die blikskorrel so naby aan ons basis op Pluto? Daar is beslis fout met daardie ruimtetuig arm. Probeer met hulle in verbinding tree. Krokontuig, krokontuig. Hoor jy my? Oor. Krokontuig, krokontuig, Impala 1 roep. Oor. Nee, wat, daar is niks hier. Trek onder hulle in. Goed. Kaptein, dat lijkt mij de bemanning is dood. Ik kan geen teken van leven in die ruimtetuig bespeur nie. Dis nou voor jou gelukskoot. So ruimtetuig kan later goed te pas kom. Ek wil voorstel dat ek die krokon ruimtetuig terugneem naar naartoe. Ziektes gaan ons niks aan mij maken. Ja, dis het plan. Je hebt ons goed geoefend die afgelopen tijd, ne? Een pikkie kan die ruimtetuig ontsmet daar dat hy aan boord is. Zodat ons die allerhande vreemde kieme terugneem aarde toe nie. Skelet is een machine goed genoeg om al die vuilwerk te doen, ne? Tot ziens, pikkie. Ons durf nie met aardbasis in verbinding tree nie. Iemand mag inluister. Pikkie is daarom onbespaar, Puks. Natuurlijk is hy. Ek het buitendien geen benul van hoe een krokon ruimte tuig beheer word nie. Maar Pikkie sal wel uitvind. Aardbasis. Aardbasis roep onbekende ruimtetuig. Identificeer jezelf onmiddellijk. Aardbasis, Impala 1 hier. Ons metgezel is onder ons beheer. Moet u niet ontstel nie. Oor en uit. Ik kom uit tenminste gewaarskeerd. Aardbasis, ik het gesê oor en uit. Ons gaan nie toelaat dat ons vijanden iets aflei van ons radiogesprek nie. Ons sal later verduidelik. Landingsprocedures verontagsaam. U bring 'n krokon ruimtetuig met u saam en dit sonder enige verduideliking.
Hieroor sal ek verslag moet doen. Lida, ons doen sommer nou dadelik verslag aan die professor. Kom jy saam? Goed dan. Maar ek waarsku u, kaptein, dit sal 'n baie goeie verskoning moet wees. Die professor sal nie sommer enige snert sluk nie. Knap gedaan, kerels. En die bemanning? Dat lyk of hulle dood is, professor. Dis jammer. Maar ek dink ons moet nou van hierdie geleentheid gebruik maak om te gaan kyk watter planne Krokon in die mou voer. Ons? Ja, luitenant. Teenspionage oefening. Julle twee neem die Krokon ruimtetuig, gaan land op Krokon en kyk wat julle kan uitvind. Uitstekend, professor. Uitstekend. Ek dink die palle eet moet saamgaan, professor, in geval iets skerp loop. Ja, en neem sommer ons twee Krokon vrienden saam julle. Met een briefje aan Prins Kanati om te verduidelik wat gebeur het. Het sal die skok van sy lewe wees. Pikkie, sal jy ons leer om die Krokon ruimtetuig te beheer? Met graagte, kaptein, is u gereed vir u eerste les. Impala tweelingsending gereed om te vertrek, hoor? Boodskap ontvang tweelingsending. U het toestemming om te vertrek. Uit. Stijg maar op, luitenant. Nou ja, tot ziens, moedertje aarde. Hoop ik zie jou weer. Jy het ons mooi geleer, hoor. Dis net sy gesê het. Feitlik alle beheerstelsels is net mooi omgekeerd. Ek het nog altyd gesê, die Krokons gaan onderste bo te werk. Ook gewonder hulle maak so baie moeilikheid nie. Is Pikkie nog met ons? Finale bevele voordat radio's tot intree. Wanneer tekengebied bereik is, bly julle buite sig. Ons sal met die noodkommunikasiestelsel met jou in verbinding tree, indien nodig. Hoor? Boodskap ontvang. Ek sal gereed wees. Hoor? Bly in posisie. Ek het ons wat ek doen. Ons het die plan gister al finaliseer. Ek weet ons kan op Pikkie staat maak. As ons op Krokon gaan land, moet hy asseblief net gereed staan om ons te kom haal, as ons hom nodig het. Hy sal moenie bekommerd wees nie. Daarvoor sal ons noodkommunikasiestelsel sorg. Adam, gaan kyk 'n bietjie hoe lyk dit met ons twee Krokon passasiers in die romp. Is nog daar, Bux. Karnati gaan nie gelukkig voel as ons sy twee man aflewe nie. Daarin kan hy niks doen nie. Ons moet net sorg dat ons buite sy kloue bly. Natuurlik is ek bekommerd, Lida. Dis die eerste keer dat ek van my man 'n Krokon toestuur om inligting te bekom. Die Krokon ruimtetuig sal hulle in staat stel om daar te land, professor, maar wat gebeur as hulle binne in die Krokon paleis gesien word? Hulle het Krokon uniforms aan. Verder is het blote vernuf wat hulle aan die lewe sal hou. U het besondere vertroue in kaptein de la Rey en luitenant Buys, professor. Lida, het was my baie moeilik om aan hulle die opdrag te gee. Manne van hulle kaliber, kom jy nie elke dag te hier nie. Volgens plan moet Pikkie nou wegbreek en hier wag. Doe nou, Maaikie. Thank you.
vaardig. Hulle geniet al die opwinding en ek moet wacht. Toe maar, ja, van die dag gaan ek een krokon self blauw oog slaan. Ons vertalers moet ons nie nou in die steek laat nie. Kom ons probeer maar. Krokon ruimtetuig verlang landingsinstructies en toestemming om te land. Oor. Krokon ruimtetuig, u het toestemming om te land. Gebied 3 uit. Sjoe. Dat is werkelijk het goed. Waar zou gebied 3 wees? Kom ons kijk. Daar sê. Nee, wat Adam, is makkeliker as wat ons gedink het. Jammer om te pla, die hoogheid. Die vermiste ruimtetuig het nou net geland. Oh, so, nee. Geen verder oproep nie, hoor. Ek sal net noem met die bemanning gesels. Daar is nou belangriker sake om te bespreek, soos die vernietiging van die aarde, nie waar nie? Teen die tyd behoort loop Krook om te geland het, professor. En al wat ons nou kan doen is tuig vashou en wag. Laas al my siek gevoel nadat ons die vervlakste planeet besoek het. Dis al wat ek kan onthou. Seker 'n siekte of 'n ding opgedoen? Iets is nie pluis nie. Ons moet dadelijk aan Prins Carnatic gaan verslag doen. Kom. Ek hoor Carnatic se stem. Buks, ek begin beverig voel. Was my toe, maat. Ons is binnenkort hier weg. En nou wil ek voorstelle hoor oor maniere om die verdedigingsnetwerk van die aarde binnen te dring. Een van die aarde se buitenposte in die 15e afdeling van die Melkweg sterrestelsel word sleg bewaak, hoogheid. Ons sal die buitenpost makkelijk kan inneem. Idioot, wat gaan dit ons help? Dis te ver van die aarde af. Ons soek tekens in die aarde se eie sonnestelsel as dit moontlik is. Ek wil nie weer sulke dom voorstelle hoor nie. Daar is net een swak skakel in die verdedigingsnetwerk van die aarde se sonnestelsel, hoogheid. En waar is dit? Naby die planeet Pluto is daar 'n oopkol in hulle radar verkenningsstelsel, hoogheid. Die swaartekragvelde in die omgewing van die planeet ontwrig die ontvangspatrone van hulle radar toerusting. Dis beter as ons die swak skakel kan gebruik om die aarde se buitepos op Pluto te verower. Kan niks ontstaan nie. Ai, wat soek julle daar? Hoe gaat? Tijd om te vertrek, luitenant. Gebruik die tranenrook. Wat een ongeluk! Mooi, en die andere pikkies? Ek dink is tyd om Pikkie te laat kom. Jy's reg. My wêreld, daar's moeilikheid. Ek het
Nou weet alle sal die handeel rechtkom nie. Ja, Peggy, ja. Goed. Hier. Heb iemand gezien wie dat was? Hoogheid. Ik heb mij verbeeld, het was Talarij en Buis. Maar het was moeilijk om goed te zien. Ook met jullie die gekeerd niet. De onnoze met zijn gehoor volg je. Maar hoogheid. Ik wil geen verschonings horen. Het is jullie laatste fout gehoor. Toestemming om te land. U het toestemming om te land, Impala, oor en uit. Professor, hulle is terug. Bedaar, Lida, bedaar. Jy bedoel seker die Impala bemanning? Ja, professor, ja. Gaaf. Vra hulle om my toe kom spreek. Soms wonder ek of hy ijswater in sy aar het. Hy is altyd so kalm. Je goed van jou taak gekwijt, Pukkie? Ja, vrouw. Ik is beskeien. Maar ik wil net voor u zeggen dat ik alles uitstekend behartig heb. Dat zal ik baam. Pukkie het ons levens gered. Nou ja, die professor wil hier, jullie moet om dadelijk spreken. Het jullie iets wijs geword, kaptein? Nieuwsgierig, hè? Kom saam. Die skelm jakkelse. Is dit wat hulle bij Pluto gesoek het? Een gat om door ons kansen te krijgen. Die zwak plekje moet dadelijk rechtgemaakt worden, professor. Onmiddellijk. Hoe lijkt het? Het jullie niet lust om ons radarstelsel te herzien, nie? Wordt jullie net een paar dagen te neem? Professor, ons het juist gewonder of het moeilijk is om een paar dagen verlof te nemen. Hoe zeg? Verlof? Ja, jullie is zeker even uitgeput, nee? Ja, heeltemal, professor. Heeltemal uitgeput. Ja, maar goed dan, dat is ander wat die werk kan doen. Dat is net een extra eenheid wat geïnstalleerd moet worden. Professor, ik zal die eenheid gaan installeren. Doe, alsjeblieft. Pukkie, als ik recht moet houden, moet jij ook een routineonderzoek ondergaan, nietwaar niet? Je moet toch ook af en toe rust? Ja, professor. Ik is meer menselijk als wat zelfs ik soms besef. Thank you.
ver nog. Ons behoort meneer Gorman zijn asteroïde binnenkort op ons beeldskerm te hebben, hoogheid. Die al eeuwige zaken reizen put mij uit. Ons moet nu klaar spelen met kapitein de Larrey en zijn gespuis. Dat is hij wat tussen ons en oorheersing van de heelal staat. Daar is die asteroïde nou net, mijn prins. Laat mij met Gorman praten. Meneer Gorman, wees alsjeblieft gereed. Ons komt land. Armadi. Vermaande vent. Identificeer om niet in zich. Identificeer die ruimtetuig alsjeblieft. Hoor, dit is Carnati, Prins Carnati van Krookhof. Los die speletjes. Hoogheid, een aangename verrassing. Kom land gerust. Vervaande vent. Gorman maakt of hij niet mijn stem herkent. Maar om ons doel te bereiken moet ons zeker zijn vermetelheid verduur. Gorman is niet onontbeerlijk, nie, hoogheid. Ik zal van hem gebruik maken zolang het mij pas. Daarna raak ons van hem ontslaan. Permanent ontslaan. Prins, waaraan het ons uw bezoek te danken? Vraag je me niet om te zitten, niet? Natuurlijk, hoogheid. Schoon toch. Zet gerust. Ik wil niet over kwikjes en kalfjes praten, meneer Gorman. Ik wil vandaag over die vernietiging van die aarde gezels. Voor mij moet daar altijd de winst motiveren, prins Carnati. Wat doen jullie aan die hand? Wanneer ons die aarde verslaan heeft, zal uw planeet van herkomst een Krookhof-kolonie worden, meneer Gorman. Ik bied u die post, gouverneur-generaal van die aarde aan. Met aansprekelijkheid direct aan mij. Gouverneur-generaal? Ja, prins Carnati. Klinkt glad niet slecht, niet. Lekker naweek gehouden, Adam. Ja, dank je, Bax. Man, nou was hier die blonde bikini noentje. Luitenant, ik weet waarom je altijd die vrouwelijke geslag op hulle uiterlijke taxeer. Dames kan ook intelligent wees, weet je? Lida, jij is een van die min wat verstand en skoonheid het. Ach, kaptein, ik zal veel eerder academicus als een prikkelpop wil wees. Maar, goed dan. Hoe lijkt ons veiligheidstoestand? Alles is die afgelopen tijd stil, kaptein. Misschien te stil. Ja, nee. Krokens is maar altijd aan die kwaadstok. Kijk, Gorman, dit is voor ons belangrijk om kaptein de Larrey en luitenant Buys weg te lokken van die aarde af. Weglok? Waarvoor? Daar zijn een paar redes. Eén is dat ons hulle gevangen wil nemen. Waarom niet net doodschiet nie? Ons zal hulle ruimtetuig nodig hebben. Ik denk hulle noem hulle ruimtetuig Impala 1. Wat betekent dit? Het is een rooibok. Een soort dier wat deesdae net in dierentuine en parken op die aarde gekregen wordt. Wat heet een bok met een ruimtetuig te doen? Het is maar net de gewoonte. Alles wat vliegt, krijgt een bok zijn naam. Blesbok, waterbok. En wat is een springbok? Dat is die naam van een rugbyspan. En wat is rugby? Ach, doe maar vergeet het. Ik zal die aardmeisjes nooit verstaan. Nie. Ja, kerels. Die krokons het al een hele paar maal proberen om voor die aarde problemen te veroorzaken. Het lijkt mij nog een oorlog als onafwendbaar. Op die lange duur althans. Op die korte termijn moet ons alles in ons vermoeden doen om die vrede te bewaren. Ons is beschaafde wezens. Ons kan niet toelaten die interplanetaire volkerenorganisatie ons van agressie aanklaan. Wat is het met die krokons? Hulle weet toch zeker dat hulle goed sal seer kry as die oorlog komt? Dit is iets wat ons niet kan verstaan, nie, luitenant. Het mag hebzig wees. Of hulle mag misschien net anders ingesteld wees als ons. Dat wat ons is, zal ons beschermen. Dat zal ons. Gaf eens. Verstaan ik recht? Ik lucht aardbasis in dat ik een noodzijn ontvang het van een ver afgeleerd planeet. Daar zal zo'n zijn wees, maar dat zal net een opname wees. Je moet die aardmeester zijn aandacht daarop vestigen. De Larrey en Buys wordt uitgestuurd om onderzoek te gaan instellen. En ons niet meer gevangen. Puik, prins Carnati, puik. Die keer zal ons slagen. Oh,
Waar is hij? Die noodsein waarvoor Kardati gepraat had. Kom eens gaan vertel voor Interster. Maar die kastige ruimtevrachtorganisatie wat eindelijk aan die aarde zijn geheime dienst behoort. Interster, Orman vraagt toestemming om te land. Ik wil graag die professor spreken, hoor. Meneer Gorman, u heeft toestemming om te land. Aanloopbaan 2, oor en uit. Wat is dit, Lida? Een onverwachte bezoek, professor. Meneer Gorman wil u spreken. Hij landt nu. Oh, Gorman, hè? Oh, stuur hem nog uit. Ja, professor. Golflengte 7603. Ja, professor. Een noodsein op golflengte 7603. Gebruik die korenmachine om het te ontcijferen, Lida. Goed, professor. Sarok. Nooit daarvan gehoord, nee. En ons moet gaan helpen. Ik heb die steen heel toevallig opgevangen. Ik had gedacht het zal beter wees om eerstens en persoonlijk naar u te komen. Ruimtevrachtmaatschappij. Ons wil niet die aardmachten nou op hol jagen, niet? Welk is het net die een of ander grapmaker. Maar ik schat, het is een echte noodzijn. Het klinkt voor mij ook zo. Kan kapitein de la Rey en leidnant Buis uitsturen, maar wie zal die onkosten betalen? Ons is een ruimtevrachtmaatschappij, zoals u terecht opgemerkt. Ik zal die onkosten betalen, professor. Ik draag die belangen van al die bewoners van die heelal op die aard. Als er moeilijkheid is, wil ik graag helpen. Nee, Pukkie, ons gaan niet om als je samen gaan, nie. Maar dat is een routinevlug. Ons gaan maar net verkennen terugkom. Denk je niet, jij zal voor je vervulje van groter nut wees nie? Nee, kaptein, de stil hier bij beheer. En ik wil graag kijken hoe lijkt die mensen van Zorro. Gaaf, Pukkie. Nou ja, voorspoed jullie ik. Sê dit maar nou voor die professor my weer uitvang dat ek die radio daarvoor gebruik. Alles in orde, luitenant. Gereed om te vertrek, kaptein. Apara 1 vraag toestemming om te vertrek, meneer. U heeft toestemming om te vertrek, luitenant. Oor en uit. Kom eens gaan kijken of die bewoners van Zarok werkelijk hulp nodig het. Ons koers, kaptein. Pak je? Om bij die sterrenstelsel M31 uit te komen, kaptein, behoort ons koers 36XP in te slaan. Al die cijfers en letters klink soos die registratienommers van die motors wat hulle in die 20ste eeuw op die aarde gehad het. Motors? Machine wat mense vervoer het, Pukkie. Dit het petrol en olie verbruik. Olie? Sis. Het hulle die elektriciteit gebruik nie? Elektrische motors het eers later gekom, Pukkie. Genoeg geskiedenis, kerels. Hyperversnelling, luitenant, nadat ons veraardbasis laat weet het. Impala 1 gaan nou oor na hyperversnelling aardbasis. Hoor? Boodskap ontvang Impala, oor en uit. Hoi so, kom eens laat weet vir Karnati dat hulle op pad is. Plan Zarok in werking, herhaal. Plan Zarok in werking, oor en uit. Land op Zarok, Delarey is op pad hierheen. Moet ek by die sender land hoog he? Tuurlijk ontmoesel. Delarey gaan die sein volgen en as hy by die sender uitkom, hit ons om. Ruimtetuig onder daar die oorhang in, zodat de Delarey ons niet kan zien. Nee,
Ons kan nou nipper verstelling beëindig, kaptein. Ons is feitelijk daar. Goed, Bucky. Daar is hij. Dit moet Zarok wees. Die noodsein is baie sterk. Like not. Volg die sein totdat ons die sender kry. Bly doodstil totdat hulle land en uitgeklim het. Die sein word beslis sterker. Die sender moet nou reg onder ons wees, kaptein. En toch is die landskap verlaten. Ik wonder waar die bewoners van die planeet is. Ik denk ons moet die hele ding los en huis toe gaan. Nee, Adam. Ons is nou hier. Kom ons land en stel onderzoek in. Ik zie niks nie. Kom ons waai. Okay. Wat is het wat daar staan? Dat is die sender wat ons gevolg het, kaptein. Dan is haar groot fout. Dit is een lokval. Ja, de Larry. Dit is een lokval. En jij is daarin gevangen. Wat een... Slim sê dit jy nou weer bedink, Karnati. Dit sal ek op krok om verduidelik, Delarey. Jylle driekies kom saam met my in my ruimte tuig. En een van my manne sal Impala. Dis reg, ne? Impala, beheer. Hiermee ga jy nie wegkom, die Karnati. Kijk maar, Delarey. En jy sal sien hoe kom ek hiermee weg. Toe, stap! Impala 1, gereed om op te stuig, Prins Karnati. Karnati, as daar die skobbejak van jou een enkele duikje in Impala maak, is daar perre. Wacht maar totdat jy sien wat ons met jou liewe Impala gaan doen, as ons eers op Krokon is. Hy sal beslis nie meer dieselfde wees nie. Niks nie, Lida. Nee, professor, hulle antwoord nie. Dat is daar een groot fout. Hulle moes lang al laat weet het hoe die soektocht vorder. Die hele ding het van die begin af en aardig gelijk. Ek moes hulle net nie laat gaan het nie. Ek moet u nie verwijt nie, professor. U het die regte besluit geneem. Een mens kan nie een nood sein verontagsaam nie. Ja, Lida, maar hulle is my beste manne. As hulle iets moet oorkom... Nou nie meer lang nie, Delarey. Sal ek jou vertel wat ek beplan? Ja, Karnati. Vertel maar dat ons flank ons eie planne kan maak om te ontsnap. Die keer nie, Delarey. Ons gaan van die pale een reuse kernwapen maak. Ons gaan julle ruimtetuig van hoek tot kant met kernbomme toepak. Het sal die grootste enkele kernwapen wees wat nog in mekaar gesit is. En wat sal het jou in die sak bring? Ons stuur Impala met automatische beheerstelsels terug naar julle sonnestelsel toe. En ons laat hem in julle son ontplof. Die son is as het ware een nummer eindigende kernontploffing. En wat sal dit help? Die kernontploffing sal die bestraling van die son vir die tekie effens laat toeneem. Nie baie nie, maar genoeg om die mensdom op die aarde, so te sê, uit te wis. Die aardmense sal as het ware in hulle eie vet draai. Nie as ons het kan verhoed nie. Oh, maar julle sal het nie kan verhoed nie. Julle sal aan boord van Impala 1 wees wanneer het in die son invlieg. Land binnenkort op Krokon, my prins.
Jy sien, Delarey, ek het Impala 1 nodig gehad om die verdedigingsstelsels van die aarde binnen te dring. Dit zou ek nooit met my eie ruimtetuie kon gedoen het. Ek dink as 'n lae set op 'n doodsein so. Bly stil, jou liederlike klimmachine. Jy sal ook saam met Delarey en Buys tot niet gaan. Nee, maar dit as in jou tenwoordigheid, jou aklige skepsel. Genoeg. Onttrek sy krag. Je hebt Het is die laatste keer dat ons zal ontmoeten. Die automatische beheerstelsel zal Impala 1 en zijn kostbare vracht veilig in die zon bezorgen. Versnelling vir Impala 1, sodat hulle ry en buis nog vinniger in hulle peekie geblaas kan word. Na by hulle som sal hyperversnelling outomaties afgeskakel word. Nee, professor, ek is jammer, as nog geen tyding nie. Ach ja, laat weet maar as jy iets hoor. Dadelijk, professor. Ten die tijd behoort hulle na bij die som te wees. Dis Impala. Impala 1. Impala 1, aardbasis hier, oor. Impala 1, aardbasis hier, oor. Impala, pel reg op die son af. Dis klaar, praat met hulle. Impala 1, aardbasis hier, oor. Knap, uitstekend. Oor 'n paar minute is dit alles verby. Radarskerms het hulle bespeer net nadat hulle ons sonnestelsel binnengekom het, professor. En hulle antwoord nie op ons uitsendings nie? Nee, glad nie, professor. Wat word van hulle? Ek weet nie, Lila, maar dan moet vinnig iets gedoen word. So nie is hulle dood. Is dit alles verby? En dan is ek die heerser van die heelal. Kaptein. Ek het veerkracht. Die interdeur laai my batterijen in pats. Ek voel nou baie sterker. Die son interdeur laai my batterijen. Van koers verander. Hulle beweeg nou weg van die son af. Impala 1. Aardbasis, ons is baie siek. Ek gaan probeer land voordat ek opkap. Hou uit, Pikkie. Hou uit, asseblief toch. Wat? Sal daar die niks net robot nou al my planne gestane vooruit doen?
Stadig, Pikkie, stadig. Gebruik jou tyd. Kom, land net van die gereedes. Ek doen my best, juffrou. Reel asseblief vir opbeloos. Dit alles weer verbrou. Hy is net so dom soos hy spul krok ons. Was hy mos nie geweet die robot sal ons planne verongeluk nie? Karnati moes al drie vernietig het voor hy die planeet Zarok verlaat het. Maar nee, hy wil altyd groot meneer speel. As Pikkie ons nie gered het nie, was ons lank al kuiens gebraai. Dit was sommer niks. Ons het die krok onze gevoelige slag toegedien, hoor. Een hele vrachtskip vol kernplosstof. Dan Karnati is zo kwaad, hij kan slangen vangen. En wat van mij, meneer Gorman? Ik heb een klomp kernplosstof boonop verloor. Dat is nou in die handen van die aardmense. De cyber in eie skuld, prins Karnati. Je moest geen kansen gewagen. Dat helpt niet om ons humeur te verloor, niet Gorman. Ons doel is steeds om de larij en zetravante permanent van die gras af te maken. En moet niet van die robot vergeet niet. Pikkie moet die eerste een wees wat ons uitvis. Ek stem saam. Ek dink Pikkie behoort een toekenning te kry. Wel, ons het nog nooit een medaille aan een machine, een bewegende rekenaarrobot klas 1 toegeken nie, maar onder die omstandighede dink ek toch dis gepas. Ach nee, wat, dit was werkelijk niks nie. Die kaptein en luitenant zou diezelfde vir my gedoen het. Ek dink daar is nou nog fout met Pikkie. Hy is heeltemal te beskeie. Gewoonlik is hy so vol draadwerk. En dan kan hy in sy eie oë niks verkeerd. Kaptein, u het die vermoë om 'n mooi, teer en betekenisvolle oomblik onherstelbaar te vernietig. Ek wens julle mense kan 'n bietjie bedagsaamheid aanleer. Ons het inlichting ontvang dat de onbekende ruimtetuig hierin onderweg is. Veiligheidshouwe wil ik hy julle met die ruimtetuig voorkeur en uitvoer wat hulle plan is. Ja, nee. Mens kan niet te voorzichtig wees nie, professor.
Is dat niet een vriendelijke bezoek niet? Om niet eerst van besmetting door vreemde organismes te praten, onbekende ruimteziektes kan rampspoedige gevolgen voor die mensdom inhouden. Als een bewegende rekenaarrobot, klas 1, zal ik natuurlijk immuun ten zulke ziektes wees, maar... Bekie, omaat. Ik wil jou net daarin herinneren dat jouw bestaan op die lange duur van die mens afhankelijk is. Zonder ons zou jij ook tot niet gaan. Ik is niet zo zeker daarvan die, luitenant. Oudelijk krijg ons rekenaars dan toch recht op een beschaving zonder die inmenging van die mens daar besteld. Pukkie, jij klinkt nou recht als een politicus. Toe, weg is jullie. Ga zoek naar je ruimte terug. Weer eens goeiemorgen, luitenant bij zijn kaptein de la Rey. Hallo, Pukkie. Ik moet zeggen, jij is die makkelijkste in om vroegochtend aan die gang te krijgen. Ik is 24 uur van die dag, 7 dagen van die week op in bakker en gereed op de werk, juffrouw Plie. Behalve van die tijden wanneer je batterij erbij moet worden, Pukkie. Onthoud het alsjeblieft toch, jij is ook veilbaar. Is hij al wakker, luitenant? Klaas vaak hier bij die huis gelaat. Ik moet tenminste 8 uur per nacht slapen, juffrouw. Dan moet hij vroeger gaan slapen, luitenant. Of hij die opzetkers gisteren te laat gebrand. Kom maar dan. Hoe gauwer ons klaarmaak, hoe gauwer kan jij weer bij die blondine uitkomen. Sy is die blondie, sy is donker. Huh? Jy het my laatst verteld, sy is blond. Hey man, dit was verlede week. Ek het eergister die donkerkopje ontmoet. Geen pad, voor ek my vererg. Popgezichtjes is al waarin jylle belangstel. Doe maar, juffrouw. Ek denk u is bijzonder begaafd. Ik denk jij moet op een wit voetje zoeken bij juffrouw Villiers, Pukkie. Daar is niks daarmee verkeerd om gezonde mensenverhoudings te handhaven, nee, luitenant. Ik en juffrouw Villiers lijken dan verschillend, maar ons het iets gemeen. Ons werkt al twee in belang van die aarde. En nou is daar iets waar die aarde moedelijk mag bedreigen, kerels. Ons los nou die strijderij of hoe? Maak gereed om te vertrekken. Impala 1 vraagt toestemming om te vertrekken, meneer. Impala 1 heeft toestemming om te vertrekken. En wakker slaap, luitenant, oor en uit. Sier drijf, dit is wat het is. Stuig op, luitenant. Kaptein, Impala 1 is op pad. Alle beheerstelsels in orde, kaptein. Ons opstijging was weer eens. Volmaak. Dank je, Pukkie. Dus niet eindelijk aan u te danken, nie, luitenant. Impala 1 kan feitelijk vanzelf vliegen. Dus je wat je gezegd toen je zelf Impala 1 moest beheren, Pukkie. Omdat je nog toen ons krokken toe gereis het. Toen was je maar tamelijk groot, Pek. Luid, spreker, luitenant. Ik het moest niet een mond nie. Ik het wel een luid, spreker. Wat is het nou weer met jullie twee? Ons het een zending om te voltooien. Gaan oor naar hyperversnelling, luitenant. Impala 1 gaan oor naar hyperversnelling, kaptein. Wat is die jongste nieuws oor ons zending? Die ruimtetuig is nou nabij die aardse zonnestelsel, prins Carnati. Wanneer zal die ruimtetuig nabij genoeg aan die aarde wees om die satelliet in een wentelbaan te plaatsen? Als alles goed gaan, zal het later vanmiddag wees, Hooghe. Dit was een slim plan om ons ruimtetuig te vermom. Die aardmensen zal nooit besef dat een van ons ruimtetuigen nie, totdat het te laat is. Ons zal binnenkort die aarde als zonnestelsel in beweeg. Ik hoop die aardmensen worden door die vermomde ruimtetuig gevloos. Doe maar. Van buitenaf zal hulle nooit besef, dis ons nie. Ja, professor? Lida, ek het ons vir een kopje koffie. Jy my nie by die Astra-restaurant ontmoet nie? Ja, dankie, professor. Ek plaas die controlekamer op automatische beheer. Oh, maar goed dan. Oor 3:30. Dis een oude story van hom, die. As hy een pot boeretroos wil deel, het hy iets op die hart.
Ons behoort die vreemde ruimtetuig net buiten ons zonnestelsel raak te loop. So wat een lichtjaar voorbij die punt waar die wendelbane van die planeten Pluto en Neptunus mekaar kruis, wat die professor gesê. Is reg. Miljoene der miljoene kilometer, wat ons dankzij hyperversnelling in een japtrapke aflee. Om te denk dat die mens in die 20ste eeuw een spoedbeperking van 90 kilometer per uur op die snelweë ons gehoorzaam. Ek hou nie van die onbekende ruimtetuig nie, Lida. Nee, professor. Ek bedoel, ons weet nie wat ons te wachten kan wees nie. Nee, professor. En nou moet ek my knapste manne, kaptein de la Rey en luitenant Buys, stuur om onderzoek te gaan instel. Wie weet wat er gevaren vir hulle voorlê? Ja, professor. En dan het ons nog altijd die probleem met die kroekons. Mens kan hulle beslis nie vertrouw nie. Nee, professor. Hierdie onbekende ruimtetuig. Kan selfs een kroekon ruimtetuig wees. Nee, professor. Hoe sê? Nee, professor. Nee, wat? Dit kan nie een kroekon ruimtetuig wees nie. Waarom nie? Ons inligting sou ons vertel het as het een kroekon ruimtetuig was. Dit het een besondere ontwerp. Mens kan jou nie daarmee beschis nie. Ja, jy is reg. Is kan nie. Maar die affaire voel nog nie vir my lekker nie. Vriendskaplike planeet sou ons eers laat weet dat hulle een ruimtetuig stuur. Bijna daar is die satelliet in die vrachtruim gereed. Ja, alles is gereed. Die satelliet gaf vir die rij groot probleme mee, bro. Moeilijkheid, ja. En ook sy dood. Kaptein, ons nader nou die beraamde contactpunt. Beëindig hyperversnelling. Hyperversnelling beëindig, kaptein. Hou julle oë oop, kerels. Adam, maak gereed die wapentuig. Wapentuig gereed, kaptein. Ons het hom op skerm. Wat soort ruimtetuig is dit? Ek weet nie eens. Dit is vir my heeltemal vreemd. Dit is voorwaar een onbekende onderwerp, kaptein. Ek kan my nie herinner dat ek nog ooit so'n ruimtetuig gesien het nie. Geef het, snij achter hulle in. Vervlaks, hulle het ons gesien. Ons moet wegkom. Nee, onnozel. As ons vlug, kom hulle achter daar, skort iets. Ons moet hulle bluf. Wacht totdat hulle met ons contact maak. Ons is nou recht op hulle stert. Maak contact, luitenant. Ons roep die onbekende ruimtetuig. Teen hierdie tyd het hy ons op beeldskerm opgevang. Weet so pas die aardese invloedsgebied betree. Identifikasie asblief. Ek herhaal, u moet die planeet van herkomst dadelijk identificeer. Oor. Dis daar die vervlakste luitenant Buys, dit beteken Tillery is by hom. Tillery? Kan ons nie sommer verdwijn nie? Moet nie simpel wees nie, skakel die bandopname aan. Ons is die bewoners van die planeet Saskon in die sterrestelsel M73. Ons is vreedzaam en vraag toestemming om by die aarde verby te beweeg na die Andromeda sterrestelsel. Oor. Saskon, sterrestelsel M73, maar dit is baie ver van ons af. Ja, die stem, die accent is vir my vreemd. Ja, maar die versoek is duidelik. Kan ons weier? Dit lyk of hulle die story sluk. Ek hoop van harte so. Kaptein, kaptein, daar die ruimtetuig is nie heeltemal echt nie. Daar is iets met sy ontwerp verkeerd. Hoe dan so, Pikkie? Volgens die beginsels van die luchtdynamica sou een mens nooit een ruimtetuig so ontwerp nie. Die ontwerp van die romp is volkome onpraktis. Waarom dan so'n fatsoen? Dis een vermomming. Neem weg daar die dele van die ruimtetuig wat nie daar hoort nie en jy het een kroekon ruimtetuig. Een kroekon ruimtetuig? So waar, Pikkie, jy is heeltemal reg. Dis die toppunt van vermetelheid. Nou, ons kan nie uit die ruimte blaas nie, want die vrede moet ons bewaar word. Feitlik ten alle koste. Maar ons kan hulle goed die skrik op die lyf jaag. Hoe?
Ons skiet dood eenvoudig daar die aangeplakte dele van hulle romp af weg. Ja, ja, kan ek die sneller trek, kaptein? Met graagte, Pikkie. En laat weet vir hulle dat hulle versoek geweier is, luitenant. Krogon, ruimtetuig. Julle versoek word geweier. Maak dat julle wegkom. Krogon, ruimtetuig? Hulle het achtergekom dat ons krokons is? Vuur. Lekker, lekker. Hulle het ons. Het is klaar, praat met ons. Bly stil, man. Hulle het net ons vermomming weggeskiet. Keer terug naar Krokon en ons wil julle nie weer in ons gebied sien. Verstaan julle my? Ek sê, verstaan julle my? Ja, ons verstaan, aardmense. Maar vir julle gaan ons nog kry. Keer terug huis toe. Ja, huis toe. En ek is bly ons leven nog. Pabroek, hieroor sal ek verslag moet doen. Tillerij is genoeg om enig iemand sy knieën te laat bewe. Weg is hulle. En daar kan ons ook seker maar huis toe gaan. Nee, wacht net so rukkie om seker te maak dat hulle wel pad gee. Nee, wat, kaptein? Ons het hulle goed ten skrik op die lijf gejaag. Ons sal hulle nie gauw weer sien nie. Nie gauw nie. Ek hoop dat ons hulle nooit weer sal sien nie. Haar kloverij, luitenant. Dis wat ek bedoel het. Ons sal die gebied een rukkie nog patrouleer. Laat weet vir aardbasis dat ons aan sy kant daar sal aankom. Begin af onrustig gevoel oor haar ruimtetuig. Hoe het jy nou achtergekom waar die vermom was? Pikkie het ons daarop gewys dat die ruimtetuig volgens die lichtdynamika nie reg ontwerp is nie. Knap, Pikkie. Wil jy nie miskien vir ons personeel lesings oor die onderwerp omgee nie? Oor lichtdynamika bedoel ek nou. Lichtdynamika is deesda so ver gevorderd, professor, dat het feitlik net door een rekenaar volkomen verstaan kan word. Ons stem saam dat die vernietiging van Interster en de Larry van die uiterste belang is vir ons al twee se beswil. Natuurlik, Hoogheid. Goed. Jy het toegang tot die aardse sonnestelsel. Jy word nie verdink nie. Dis reg, ja. Ek wil hê dat jy vir ons 'n satelliet in 'n wentelbaan tussen die aarde en die maan moet plaas. Is dit waarmee jy besig was toe jy nou die dag ruimster huis toe gestuur is? Vergeet nou daarvan. Is jy bereid om te help? Ja, maar hoe? Waarvoor is die satelliet? Dit is een antimaterie satelliet. Alle materie wat door die sender bestraal word, verander in antimaterie. Ja. Ek wil die satelliet gebruik om de Larry se ruimtetuig te bestraal. Ja, de Larry en die pale een sal in een antimaterie omskep word. Precies. En wanneer hulle die atmosfeer oor Kaapstad binnendring, sal die pale ontplof en die hele stad verwoes. Want as materie en antimaterie met mekaar aanraking kom, word albei in die oogwink vernietig, wachtig. Ja, ek denk selfs so. Want ons wil nie die aarde vernietig nie, net diegene wat ons van volle beheer oor die aarde weerhou. Lanceer die satelliet. O ja, nou moet ons net die uitnodiging aan kaptein Delarey rig om ons partijtje bij te woon. Ek vertrouw dat sy luitenant en daar die inmengerige komperrobot saam met ons sal wees. Hulle moet allemaal vernietig word. Hulle sal buitenteen vernietig word. Meneer Gorman het ons gevra om 'n besending voor haar na sy basis op die maan te stuur. Ons het eergister die onder ons sien met die krokons gehad. En nou moet ons weer werk.
Rus is daar nooit nie. Het is net maand toe en terug, luitenant. Hoort jullie niet langer as 2 uur te neem nie? Nou ja, kerels, kom aan maar. Het is zeker belangrijk dat ons Interstellar naam als ruimtevrachtonderneming moet hoorgaan. Ja, luitenant, je zal herkennen dat dit niet moeilijk was, nie? Nee, maar. Maar ons het gauw klaar gespeeld. Eerst dan gaan het gewoon om een paar goedjes op die maan af te laai. Dit is een baie makkelijke reis, wat zelfs ek beetje vervelig ben. Zo ja. Ons helden is nou op pad terug naar de basis toe. Zijn gereed om die satelliet te activeren. Kijk daar die satelliet. Dat is een wat ik niet ken, nie. Ach, hulle is so volop. Iemand het seker maar vergeet om ons daaroor in te lig. Een bestraling van 10 sekondes behoort genoeg te wees. Stel die satelliet in werking. Dis my satelliet. Ek sal dit in werking stel. Wat de... Hier is grootvoud. Kaptein, verander onmiddellijk van koers voordat ons die atmosfeer van die aarde binnendring. Tot ziens, de Larry. Meneer Gorman, ons kan nu maar vertrek. Tot die dienst, hoogheid. Al wat ik weet, professor, is dat hulle ruimtetuig skielik bloedrooi geword het. Hulle het skielik van koers verander en nou lê hulle net buiten die aardse atmosfeer. Geen tijding van hulle af nie. Die saak is so, kaptein. Ons en Impala 1, elke atopie, is een antimaterie opskep. Ek vermoed dit is toe te skryf aan die satelliet wat ons een rukkie gelede gesien het. Ja, ek het die straal gesien. Vinnige dingpikkie, as ons die atmosfeer binnen gedring het. Het daar letterlijk niks van ons oorgeblei nie, kaptein. Betekent dit dat ons nooit weer sak huis toe gaan nie? Wel, die elektronische ladings van die atome van ons lichaam het verander. Maar ons bestaan uit anti-atome. In die toestand kan ons nooit weer op die aarde voet neersit nie. Wat is dit? Dit is enkele losdrijvende atome wat hulle teen ons romp vernietig, luitenant. O, aarde. Impala 1. Impala 1 aardbasis roep, oor. Nee, wat hulle hoor ons nie. Ek hou glad nie van die rooi kleur van die ruimtetuig nie. Lyk vir my al te veel of hulle in antimaterie omgeskep is. Antimaterie, maar hoe is dit dan moontlik? Daar's net een uitweg, kaptein. Praat, Bikkie. As die satelliet ons bestraal het, is die satelliet nou ook in antimaterie omskep. Die sender wat die bestraling uitgestuur het, sal die hele satelliet verander het. Ja? Ons sal aan die sender kan werk sonder dat ons vernietig word. Antimaterie teen antimaterie? Ons kan die sender verstel om die proces om te keer. Ja, dan ry ons met die ruimtetuig weer deur die bestraling. En ons is weer normaal. Kom, ons moet nie tyd verspil nie. Iemand het nou net by Impala se luik uitgeklim, professor. Lyk my hulle is onderweg naar die satelliet toe. Ja nee, dis beslis daar die satelliet wat die probleem veroorsaak.
Hier die satelliet met ons radio. Die golflengte, kaptein. Aan die ontwerp van die sender lyk het vir my na 65-3. 65-3, kaptein. Die satelliet het in gewone materie verander, kaptein. Ons plan slaan. Neem een pala door die straal uit, Nant. En hou duim vast. Normaal. Maak contact met aardbasis. Ons kom land. En blaas daar die liederlijke stuk gemos in sy piekie. My plezier, kaptein. Aardbasis, Impala 1 hier, oor. Waarom was jullie zo stil, Impala 1? Ons het gesien hoe leer jullie net buiten die aardse atmosfeer, oor. Ons het een tijdelijke probleem hier met antimaterie ondervind, aardbasis. Maar het is nou opgelost, aan ons kom laat. Oor en uit. Meneer Gorman, wat het nou weer skief geloop? Ek kan diezelfde vraag aan jou vraag, Prins Garnati. Dit is jy wat die satelliet gelanceer het. En wat is jou satelliet, Prins Garnati? Ons moet liever nie met mekaar beklein nie. Dis daar die vervlakste Delarey. Dit lyk my, ons kan hom nie wen. Delarey is ook een mens, Prins. Een mens van vlees en bloed. Die dag sal kom wanneer ek hom lewendig gaan afslag. Jy was erg bekommerd oor julle. Ach, professor. Haar wang is nou net so rooi soos ons rukkie gelede was. Ons het een baie nauwe ontkoming gehad, hoor. As Pukkie ons nie betyds gewaarskei het, nie dan? Zo jylle, vandat jylle die aardse atmosfeer binnengedring het, een reese ontploffing oor Kaapstad veroorzaak. Die antimaterie van die impale en die gewone atoomstructuur van die atmosfeer so mekaar verslind het. Jylle so in een energieflits verdwijn het, en ons ook. Soos die antimaterie meteoriet wat in 1908 oor Siberië en Rusland ontplof het, althans so vermoed sommige wetenskapelik is. Ja, dit so een kernontploffing soos. Kinderspeeletjies, laat lyk het. Ek sou my laaste cent verwet dat het die krokon se werk is. Maar hoe het hulle die satelliete by ons gekry? Professor, ek raak al hoe meer daarvan oortuig dat ons een verraaier in ons sonnestelsel het. Wie sou dit wees? Dit sou net een mens onwees. Ons rekenaars is glad te eerlik daarvoor. En o, so uiters beskeie. Thank you.
Nou, hier is voor jullie een nieuwe in. Wat het spitsoor en een IK van 20. Nee, weet ie. Kan die raai nie. 20 krokons. Wat van die ene? Wat het... Interster beheerkamer versoek die professor, kaptein Delarey en luitenant Buys om dadelijk aan te meld. Ek herhaal. Sal die professor, kaptein Delarey en luitenant Buys dadelijk by Interster beheerkamer aanmeld. Dankie. Klink, ons het benauwd is. Kom, kerels. Waar was julle? Ek het ooral gesoek. Die tyd van die dag behoort julle allemaal op kantoor te wees. Oh, jammer, Leda. Ons het net 'n kopie koffie gaan drink. Professor, u behoort daarom te weet. U my moet vertel as u die kantoor verlaat. Baie stout, weet u. Wel, ek het gesê, ek is jammer, Leda. Ek sal nie weer nie, hoor. Kaptein Delarey, jy en luitenant Buys behoort julle te skaam. Leda, jy wou ons dringend gespreek het. O, ek raak so ontsteld. Ja, iets onverwachts het opgeduik. Ons radarstelsel het vreemde bedrywigheid by Jupiter opgespoor. Volgens my staande instructies is dit voldoende rede om 'n alarmsein graad 3 uit te stuur. Wat beteken dat ons ondersoek moet gaan instel? Goeie ou Interster, die waghond van die sonnestelsel. Ons kry nie eers erkenning van die publiek nie. Jy verwys heeltemal te ligtelik na die toestand, kaptein. Ja, Lida, ek weet is net, daar is so baie vals alarms. Interster moet sy geheime aard behou, kaptein, en voor jy gaan kyk wat by Jupiter aan die gang is, wil ek julle van my jongste inligting vertel. Die posisie is dit, kerels. Die krokons. Jammer, ek is laat, professor. Ek het net my batterye laat laai. Juffrou Fourier en jou keelhoek afgeklim. Nee, waarom sou sy? Ha, jy is gelukkig. Sy het ons uitgevrede omdat ons 'n kopie koffie gaan drink het. Van pligsversuim beskuldig. Sy's reg. Elektrisiteit is vir my noodsaaklik om aan die gang te bly. Maar koffie? Nee, man, dis 'n luxe. Wat? Wil jy nou voorstel dat ons sonder 'n lekker koppie boeretroos moet klaarkom? Onmoontlik. Kerels, soos ek besig was om te verduidelik, ons weet die krokons het nie hulle poging om die aarde te vernietig laat vaar nie. Ek het 'n sterk voorgevoel dat hulle binnekort 'n sterk aanval op ons gaan loods. Watter vorm sal het aanneem, professor? Dit kan ek jy met sekerheid sê nie, kaptein. My inligtingsbronne kon nog nie besonderhede verskaf nie. Het sal weer 'n la onderduimse plan wees. Hulle is te bang om openlik te veg. Krokon, probeer om in die goeie boekies van die interplanetaire volkere organisatie te bly, luitenant. Hulle sal enig iets probeer, solang dit net nie na volskaalse oorlog lyk nie. En intussen veg ons 'n koue oorlog teen Krokon. 'N oorlog wat heel moontlik nou by Jupiter voortgesit word. Toe, kerels, gaan kyk wat daar aan die gang is. Lekker, luitenant. Alles gereed? Alles in orde, kaptein. Interster beheer. Impala 1 vraag toestemming om te vertrek, hoor. Impala 1, u het toestemming om te vertrek, oor. Dankie, beheer. En hou vir ons 'n fles koffie gereed vir die terugkomslag, oor en uit. Nie se spul stout, kinders. Kaptein, u kan soms 'n regte tergees wees met u. Een mens moet vir jouself kan lach, Bikkie. Dat staan nou die grapjes, manne. Luitenant, stijg op. Impala 1, stijg op, kaptein. Bestemming Jupiter. Watter koers beveel jy aan, Bikkie? Op die huidige tydstip is die planeet Jupiter sowat 620 miljoen kilometer van die aarde af, kaptein. Ek sal sê koers AFK 715. Dis nie wat Impala se rekenaar sê nie. Die skeepsrekenaar sê AFK 716.
Hoe verklaar je die verschil, Buggy? De Apollo-rekenaar heeft niet met die asteroïde-gordel rekening gehouden, luitenant. Ons zal die grootste asteroïde Ceres moet misrijden om bij Jupiter uit te komen. Zoals gewoonlijk is je recht, Buggy. Gaan oor nieper verstellen. Die lancering goed afgelopen, juffrouw Lida? Zoals altijd, professor. Met die beste ruimtetuig in die heel al en twee van die knapste vlieëniers wat bestaan, kan een mens ook zeker niks anders verwachten. Nie. Kaptein Delarey het gevraagd, ik moet die fles koffie voor hulle warm hou. Hy kan soms zo vermetel wees. Dan is jy niet meer kwaad omdat ons soms zo weggelopen nie. Ach, professor, jylle gee my grijze haren. Maar wat kan ik nu eindelijk daaraan doen? Het is die derde maal die week dat ons die een of ander verskynsel moet onderzoek. Weet ek het nie. Hierdie al ewige gewerk maak inbreek op my sociale lewe. En die vlug is so kort dat ek nie eers my verlore slaap kan inhaal nie. Kaptein, ons moet nou hyperversnelling beëindig. Dankie, Pukkie. Maak so. Daar is Jupiter. Kijk die groot rooi kol. Kenners sê die groot rooi kol word aan een reuse storm in die atmosfeer van die planeet toegeskryf. Ja, ek weet het lyk prachtig, manne. Maar skakel die radarskerms aan en hou julle oë oop. Is volmaak. Ja, hoogheid. Ons kon nie een beter plan bedink het nie. Jy bedoel, ek kon nie aan een beter plan gedink het nie. Wat ander wees sou so iets kon doen. Niemand anders nie, hoogheid. Manskap, ry net weer een slag by die maan Europa voorbij. Ek wil die toneeltjie uit een ander hoek bekyk. Daar sy. En wie se ruimtetuig is dit? Man, het lyk vir my na een krokon-ruimtetuig. Dit is beslis een krokon-ruimtetuig, kaptein. Vermetele skepsels. Hulle is ver binne ons gebied. Die keer kan hulle nie kom sê dat hulle verdwaal het nie. Kerels, kom ons haal hulle. Kaptein, kaptein, kan ek skiet asseblief? As het moet bekie, kan jy maar die sneller trek. Hoogheid, daar is een ruimtetuig wat op ons afpeil. Dit is een ruimtetuig van die aarde af. Dit lyk, ja, verflaks. Dit is die Impala model. Dit moet Delarey wees. Delarey, Hoogheid. Ja, onnoosel, maak dat ons wegkom. Hulle het ons gesien. Hulle gaan wegkom. Skiet, Bikkie, skiet. Mis, hulle is te ver. Probeer weer een slag, vier! Lekker! Lekker! Verflikst het al rij! Geef het! Ons moet wegkom! Met graag de hoogheid. Ach, hulle het weggekom! Ja, ons was net te laat. Kaptein, dat is voor mij vreemd dat ik krokon ruimtetuig daarin geslaagd heb om de verdedigingsnetwerk van de aarde binnen te drinken. Ja, je is recht, Bucky. Ons radarstelsel moest ons gewaarskie het die oomlik toe hulle ons zonnestelsel betreed. Dalk het hulle iets ontwerp wat ons radarstelsel kan vloos. Ons moet proberen uitvind. Laat weer vir aardbasis dat ons binnenkort zal terugkeren. Impala 1 vraagt toestemming om te land, hoor. Impala 1, u heeft toestemming om te land. Aanloopbaan 2, oor en uit. Kaptein Delarey wou nie oor die lucht praat nie. Hy het gesê hy sal graag persoonlijk aan u verslag doen, professor. Het klink ernstig. Asof ons nie genoeg probleme het nie. Ek hoop net nie, dis krokon wat weer ons levens gaan versuur. Hoogheid, ons het krokon bereik. Waarvoor wacht jy dan, manskap? Vraag toestemming om te land.
Krokon beheer, Krokon tuig vraagt toestemming om te land. Krokon ruimtetuig, u hebt toestemming om te land. Een Krokon ruimtetuig, hè? Ik wonder hoe het hier ons verdedigingsnetwerk geglip het. Ons het ons dieselfde vraag afgevra, professor, en geen antwoord gekry nie. Daar is net twee moontlikhede, professor. Of hulle het 'n toestel ontwerp wat ons radarstelsel kan vlous, of hulle het van iemand binne ons sonnestelsel hulp ontvang. Iemand binne ons sonnestelsel? Hoe wie so'n ding aanvang? Verraaier? Ja, dat is moontlik, maar zeg wonder wie? Dis vir jou gemors. Delarey het op ons afgekom voordat ons die bom kon stel. Ek breek nog een dag elke beentjie in sy lichaam. Dit sal beter wees as hy uit die weg gerem kan word, Hoogheid. Beter? Dis noodzakelijk dat Delarey doodgemaak word, idioot. Tref my, meneer Gorman. Dis tyd dat ons weer by mekaar kom. Ek is baie jammer dat die sending nie na wense afgeloop het nie, Prins Karnadi. Ek het alles gedoen om dit vir u te vergemaklik. Ek weet ja, maar dis daar die vervlakste Delarey. Wie sou nou ooit kon dink dat hy juist op daar die tijdste by Jupiter sou uitkom? Ek help graag, Hoogheid, maar u sal my meer moet vertel van die plan. Ja, daarvoor wil ek u na my paleis toe nooi. My paleis? Dit sal vir my die eerste keer wees, Hoogheid. Ja, ek kom graag, dadelijk. Hoor en uit. Nee, professor, ons kon glad nie agterkom wat hulle daar gesoek het nie. Maar as ons hulle rukkie ongesien kon opgehou het... Nee, ons moes van ons geleentheid gebruik maak. Ons hulle onverwas betrap. Maar as ons gewag het, hulle ons dag fijn geskiet. Is waar, ja. Maar is niet te min jammer dat ons nou geen benul van hulle werkelijke plan het nie. Ek dink ons moet die planeet Jupiter goed dophou. Ach, Pukkie. Die sonnestelsel is te groot om voortdurend onder bewaking te hou. Daar sal altyd 'n gaatjie wees wat deur die krok ons kan kruip. Maar ek stem saam, ons moet op ons hoede wees. Ons is by Krokon, baas. Mooi. Prins Karnadi, Gorman hier. Ek vra toestemming om te land. Hoor? U mag land, meneer Gorman. Welkom op die planeet Krokon. Ek het gedink dis tyd dat u van my gasvryheid geniet. Ek waardeer dat. Ons gesamentlike doelwit raak al belangriker. En elke dag dringender. Dis feitlik net Delarey wat tussen ons en oorheersing van die heelal staan. Ja, as hy eers dood is, sal die aarde soos 'n ryp peer in ons skoot val. Excuse. 'N spreekwoord, Hoogheid. As Delarey dood is, sal die aarde baie maklik verower kan word. Ja, ja, maar luister nou na my plan. U het koffie bestel voordat u weg is, kaptein. Baie dankie, Lida. En wat van 'n elektriese opkikkertjie vir Pikkie? My batterye is heeltemal in orde, dankie, kaptein. Dis net mense wat gedurig moet eet om hulle kragte te herwin. Ja, ek dink ons moet maar gaan rus. Ek het so voorgevoel ons gaan binnenkort 'n uitgebreide toer van die sonnestelsel onderneem. Eet, drink en slaap. Ai, hoe bly is ek dat ek nie elke dag dieselfde al routine het nie. Jupiter is die grootste planeet wat kan bestaan. As dit enigszins zwaarder was, sou dit 'n dwergster geword het. Ja? Ons wil Jupiter in 'n dwergster omskep. Die bykomende hitte wat so in die sonnestelsel vrygestel sal word, sal die mense op aarde vernietig. O, goeie plan, Hoogheid. Maar hoe doen ons dit? Ons gaan 'n bietjie snoeker speel, soos julle aardmense sê. Ons wil op een van die klein maane van Jupiter 'n atoombom stel. Wanneer die bom ontplof, sal die maan, een van 12 wat om Jupiter wendel,
in die ander maan vasjaag. Die wentelbane van Jupiterse maan sal heeltemal omver gewerp word. En die kans is uiters goed dat een of meer van die maan op Jupiter sal neerstort. Dit sal natuurlijk die kritieke massa van Jupiter by die ontvlammingspunt verbystoot. En wanneer die planeet onder sy eie zwaartekracht in mekaar begin sak, word nog een son in die aardse sonnestelsel gebore. Die mens sal doodgaan. Maar ons krok ons is beter daartoe in staat om hitte te weerstaan. Ons sal die aardse sonnestelsel koloniseer. En daarna is die heelal ons. In my asteroïde sal ek die ondraaglike hitte kan vermy. Ek ry net na een ander deel van die sonnestelsel toe. As vergoeding vir my samenwerking sal ek aandring op minerale ontginningsregte op al die planete. Afgespreek. Wat sal my rol wees? U gaan vir my die atoombom stel. En de la Rey nooi om die ontploffing by te woon. Wag, ek moet al die vuil werk doen. Dis nie genoeg dat ek om laas in die aardse sonnestelsel ingesmokkel het nie. Hurrikaans het hulle ook sleg verbrou, want hulle ry het hulle soos honde weggejaag. U moet nou die atoombom op Jupiter se kleinste maan gaan stel. Ja, want hy is te bang om het self te doen. Maar, nou ja, as hulle ry in die aarde eers vernietig is, sal ek van Carnate en sy gespuis ontsla raak. Gelukkig is die bom 'n kleef myn. Is nie nodig dat ons self op die maan land nie. Nogtans, wat maak ek as hulle ry by op Jeterdaad betrap? Ek is jammer om julle weer vanoggend te moet uitstuur, kerels. Ons is net so jammer, professor. Ek is glad nie gelukkig oor die toestand by Jupiter nie. Al ons inligting dui daarop dat die krok ons hulle volgende aanval daar gaan loods. Meneer Gorman het vir opperbevel laat weet dat ook hy iets in diervoege verneem het. Sy boodskap het juist vanoggend deurgekom. Gorman? Wat het hy by Jupiter gemaak? Nee, hy sê, hy was nie self daar nie, maar een van sy bronne het om in kennis gestel dat die krok ons een aanval op Jupiter beplan. Soos julle weet het hy baie inlichtingsbronne. En te veel wil het partymaal voorkom. Hy het in elk geval voorgestel dat opperbevel een ruimtetuig stuur om onderzoek in te stel. En daar word weer op Interster se knoppie gedruk. U behoort die opdracht as een compliment te beskou, kaptein. Hulle is klaarblijklik daarvan bewus dat u en luitenant Buys die knapste span is waaroor hulle beskik. Ons is pas by Jupiter se grootste maan voorby. Maak gereed om die bom te loods. Die maan bestaan hoofsakelik uit yster en nikkel. Die kleefmyn sal maklik daaraan vaszit. Alweer op pad, kaptein? Ja, Lira, die moeilikheid by Jupiter wil net nie gaan lê nie. En daarom kry ons nie die kans om bietjie op ons rug plat te gaan lê nie. Ai, ek kry julle so jammer. As die werksure julle plan, hoekom bedank julle nie? Ek? Bedank? Wat sal ek dan anders kan doen? Buitendien, ek hou van my werk. Bewys dit dan, luitenant, bewys dit. En moenie so baie klaar nie. Mooi so. Geen op pad. Gou voor die hulle ryer aankom. Ek het laat weet, hulle moet iemand stuur om beweerde ongeruimdhede te kom onderzoek. Dit sal beslis die hulle ryer buis wees. Tussen Lida en Pukkie sal ek nog gek word. O, dan so, luitenant. Hou jy dan nie van my nie? Nee, Pukkie, dis nie dit nie. Julle is altyd so glad met die mond. Een man kan nooit die laaste woord inkry nie. U moet nie sleg voor nie, luitenant. Ek is geprogrammeer om welsprekend te wees. Juffrou Villiers is een vrou. Vir haar is die welsprekendheid een aangebore eigenskap. Luitenant, beëindig hyperversnelling.
niks op scherm, nee. Bemerk jij iets, Bucky? Nee, kaptein. Al wat ik kan zien is die planeet Jupiter en sommige van zijn 12 manen. Ja, eenaardig. Er is nader om elkaar als wat gewoonlijk in geval is. Zeker toeval dat die wentelbanen van die manen juist nu nader aan elkaar val. Zo een samendrommen vindt maar bij een plaats. Eén keer elke paar miljoen jaar. En stampelen elkaar dan nooit, niet? Nee, want, luitenant, die kans daarvoor is bij een skraal. Kaptein, mijn kijker Telpons heeft die een of ander kerntoestel opgespoord. Het is beslist niet een van onze, niet. Kom ons aan dek. Daar zijn. Het lijkt naar een soort kleefmijn. Iemand wil die wentelbanen van Jupiter's manen versturen, kaptein. Ik hoef u niet daaraan te herinneren dat een versturing van die evenwicht rampspoedige gevolgen voor die ganse zonnestelsel kan inhouden. Dat besef ik maar te goed, Bucky. Ons moet daar die kleefmijn gaan verwijderen. Stel voor dat u onmiddellijk plan maakt, kaptein. Ik vermoed dat daar die kerntoestel enige oomblik kan ontploffen. Dan kan ons die tijd mors nie. Ons moet die kleefmijn proberen wegsleep van die maan af. Oh, aardig toch. Die kerntoestel behoort voor enkele minuten te ontploffen. En dan is het tot ziens aan de lerij en aan die aarde. En ons is heersers van die zonnestelsel. Lek nat, die sleeptouw. Die sleept ook op, hè? De elektromagneet is nou bij de kerntoestel, kaptein. Schakel aan die elektromagneet. Ja, kaptein. Waar is daar? Beetje meer, luitenant. Let land, laat wij, maar niet te vinnig nie. Toe maar, kaptein, ik zal baie voorzichtig wees. Nog 30 sekondes en is alles voorbij. Zal ik zo lang die champagne gaan halen, Bas? Ja, en breng voor jou ook een glas. Let land, dat is al ver genoeg. Schakel af die elektromagneet. Met plezier, kaptein. Maak die gaping tussen ons en daar die kerntoestel bietjie groter, luitenant. Zo groot als moontlik, kaptein. Nou! Sjoe, dat was amper. En zo bijna was het die einde van die zonnestelsel zoals ons dat kent. Kerels, huis toe. Sjoe, skielik is ek doodmoeg. Laat weet vir aardbasis, ons is op pad. Aardbasis. Impala vermeld suksesvolle afweer van aanval by Jupiter. Ons keer terug na basis. Hoor? Alweer delerij en buis. Dit was in elk geval ook een fout van Kardadiese kant af. Daardie bom moes veel vroeger ontplof het. Baas, ons kom ons ook die bom verstel het om dit vroeger te laat ontplof. Bly stil, onnozel. Vat weg die gemors. Dat is weer aan Piggy te danken dat ons zo vinnig op die rechte spoor kon kom. Sy diagnose was dadelijk in die kol. Hulle wou dus die wentelbanen van die manen van Jupiter versteur. Ja, professor. En als ik dit nie mis het nie, wou hulle die planeet Jupiter op die wijze in een dwergster verander het. Nog een son in ons zonnestelsel. Ons zo goed gebraaid. Het is natuurlijk die kroekons wat daarvoor verantwoordelijk was. Wie anders? Oh, ik word zo kwaad, weet u. Ik krijg sommer een kortsluiting in een van mijn stroombanen. Die verplakte krokkers. Oké, Pukkie, oké. Waarvan aan die sterktaal, hè? Ach, professor. Ik kan niet anders nie. Die krokkers is zulke nare mensens. Daar wist u ons allemaal saam, Pukkie. Maar kom. Kom ons gaan rus allemaal zo, Pukkie. Of hoe? Thank you.
Ja, nee. Dat is een uitstekende plan. Die keer kan niks verkeerd lopen. Zal Gorman ons niet weer in die steek laten, nie, prins Kanati? Ik hoop niet zo, nie. Hij was in het verleden bij een paar geleentheden teleurgesteld. Maar wat kan ik maken? Gorman is die enigste aardmens wat bereid is om zijn eigen vlees en bloed te verraden. Het is juist daarom dat ik hem niet vertrouw, nie, Hoogheid. Gorman is net zo gretig zoals ons om van de larij ontslaan te raken. Daarover hoef jij je niet te bekommeren. Nie. Ik denk net hij is te gulzig. Dit kan dat later problemen scheppen. Maar ons zal hem dophouden. Goed dophouden. Ik wonder wat Carnati die keer wil hebben. Zeker weer die een of ander onmoedelijke plan om de larij in de aarde te vernietigen. Ik kan niet verstaan hoe kom er niet volskaalse aanval op die aarde loods niet, baas. Nee, nee, domkop. Daarvan zal die interplanetaire volkerenorganisatie niks hou nie. As Carnati en sy krok en handlangers die aarde wil vernietig, moet hulle dit sonder ophef probeer regkry. Ek weet nie of ons die krok ons kan vertrou nie, baas. Natuurlik kan ons hulle nie te volle vertrou nie. Hulle sal ons seker ook van kant probeer maak as hulle reis die makers dood is. Maar daarvoor is ek gans te slim. Gorman zal nog regeer. Hou my maar dop, hoor. Ons kan nou met Gorman in verbinding tree, Hoogheid. Meneer Gorman, Carnati hier. Ik vraag verlof om te land, hoor. Morgen, Lida. Hoe lijkt het? Zie ik je op die wekelijkse strategievergadering? Morgen, professor. Ja, natuurlijk. Niks zal mij daar weghou nie. Ik probeer kaptein de la Rey en luitenant Buys opspoor. Ik heb het gesê, kan een paar dagen rustig wees terwijl die situatie stil lyk. Met plezier, professor. Ik denk hulle het nou lang genoeg riskans gehad. Nou raak hulle lui. Kaptein de la Rey en luitenant Buys? Lui? Nooit. Nee, wat professor, ik maak maar een grap. Ik besef hulle is die knapste vlugpersoneel. Maar ek weet nie of hulle juist te vinde gaan wees vir oggend se vergadering nie. Ek weet. Hulle wil aksie, nie vergaderings nie. Maar nou ja, hulle moet leer. Soos ek het moes leer. Ek kan nie altyd in beheer staan nie. Iemand sal my eendag moet opvolg. Toe nou, professor. Dis nog baie jare voor u aftree. Waar heb ik hier nou weer vastgerij? Ja, jammer, Hoogheid. Ons het net even hard gaan sit. Idioot! Wat moet Gorman van ons denken? Hoe lang hanteer jij nou al ruimtetuigen? 10 jaar, Hoogheid. Dus net die ontwerp van die landingsplatform wat mij afzet. Goed. Ik weet wel eens een beetje achter wat die technologie betreft. Kom ons horen of ons met Gorman een ooreenkomst kan sluiten. Ik vertrouw dat u zaken naar wijze vorder. Ik kan niet klaar nie, Hoogheid. Ik maak een cent hier, een rand of wat daar. Genoeg om kos en kleren mee te koop. Maar daar is zekere elementen wat jou van groter dingen weerhou, niet waar nie. U weet baie goed dat die vervlakste interster zogenaamde vrachtmaatschappij en hulle kaptein de la Rey in my pad staan. Meneer Gorman, ik is blij op te kan aankondig dat u problemen op een eind is. Oh zo, prins Carnati? Ja, meneer Gorman. Ik wil voorstellen dat onze aarde, de la Rey en die hele interster organisatie permanent en volkomen uitwis. En hier die keer zal het slagen. Dat klinkt goed, Hoogheid. Maar hoe zal hij dat recht krijgen? Een zwart ster, meneer Gorman. Een zwart ster. Op Krukon het ons technici daarin geslaagd om onder laboratoriumtoestanden een zwart ster te skip. Met alle respect, Hoogheid, maar is hij van die zinne beroof? Een zwart ster zal die hele Krukon verslind. Nee, meneer Gorman, ons het een toestel ontwerp waar die zwart ster in bedwang hou totdat dit benodig wordt. Dit is, zo te zeggen, dormant, totdat de mens hem loslaat. Dan is niks veilig. Ik hoop van harte dat u niet die toestel samengebrengd het niet. Ik vraag, wil u mij helpen om die aarde te vernietigen?
volkomen uit te wis soos hy nou voorstel. Wel, daar is eindelijk niks op die aarde wat het onmisbaar sal vind nie, en die ander planete sal toch bly voortbestaan. Ja, ek sal help. Wat verlang jy van my? U moet die miniatuur swartster op die aarde gaan stel, want... U kan nie deur die verdedigingsnetwerk van die aarde dring nie. Goed, ek sal het gaan stel. Solank ek net genoeg kans het om weg te kom, voordat hy aan die ingewande van die aarde begin knaag. Natuurlijk. Ek stel voor dat ons dadelijk Krook om te vertrek om die wapen in uw ruimtetuig te laai. Hoe minder ons het hanteer, hoe veiliger, so ek skat. Man, en toe hy verby stap poeikeu kom, hy door op sy sterre gaan sit. Ek weet nie wat so snaaks is nie. Ach, Pikkie, Buks het op gepoeikeu en toe val hy. Verstaan jy nou? Ek dink nie, dis snaaks nie. Om die waarheid te sê, ek dink dis uiters onvolwassen om so op te tree. Ach, Pikkie, partijdag gee jy my een pijn. Wat ek nou mooi vir jou vertel wat met jou verkeerd is. Jy's... Sal kaptein Delarey, luitenant Buys en bewegende rekenaar robot klas 1 Pikkie by beheer aanmeld, dankie. As daar dan so baie met my verkeerd is, waarom kry ek dan opdrag om by beheer aan te meld? Kom, kerels, wanneer daar geroep word, word daar gehoorsaam. Krokonde hier, dis Prins Karnati hier, ek kom land, hoor. Hallo, baan 3, hoogheid, u het toestemming om te land. Natuurlijk het ek toestemming om te land, as ek dan nie heerser van hierdie planeet nie. Dis dat, hoogheid, dis maar net die gebruik om te sê, u het toestemming om te land. Bedink iets anders wat nie so vermetel klink nie. En o ja, meneer Gorman, land saam met my. Manne, welkom bij ons wekelijkse strategievergadering. Die Nautile, Lida. Op een bevel wijst daarop dat die vlugpersoneel ingelicht moet worden oor die jongste vermoedens in sake Krokon-bedrijvigheden. Ja, ja, die Krokons is bezig met die een of ander geheime project. Dit betekent dat ons op ons hoede moet wees. Wat een geheime project? Ja, ons weet niet. Ons inlichtingsbronne verneem net dat die Krokons reuse vervaardigingsaanleg naby die paleis op Krokon opgerig het. Geen buitenstander word daar toegelaat nie, net die technici waar daar werkzaam is. Veiligheid is baie streng. Sal ons nie die veiligheidsnetwerk kan binnendring nie? Nee, onmoontlik. Ons het al alles probeer, maar ons kan net nie uitvind wat aan die gang is nie. Het ons enige ander inlichting? Die enigste leidraad wat ons het is dat die werkspersoneel beskermende kleren dra. En daar is opgemerkt dat die nieuwe aanleg X-strale uitstraal. Een nieuwe bestralingswapen dan? Moetlik. Maar ek krijg die gevoel dis iets waarmee ons nog nie te maken gehad het. Ek sal die swartster in my troonkamer vir u wys. Is jy seker dat jy die nodige veiligheidsmaatreëls getref het? Daar is dit, meneer Gorman. Die volmaakte, onoorwinnelike wapen. Dis ongelooflik. Jy het die onmoontlike reg gekry. Nie die onmoontlike nie, meneer Gorman. Een mens het net die rechte technologie nodig. Ondersteun Krokon, meneer Gorman, en u kan op die lange duur nie verloor. Hoe het u dit gedoen? Met behulp van die lasers, wat u in elke hoek van die houer sien, kon ons materie saampers totdat dit oneindig dig geword het. Die resultaat, een miniatuur swartster. Die lasers houden dus in toom. Ja, zodra die lasers afgeskakeld word, sal die swartster alles in sy onmiddellike omgeving begin verslind. Daarvoor sal sy swaartekragveld sorg. En alle materie wat deur so swartster ingeslag word verdwyn, omdat die aantrekkingskrag van die ster oneindig groot word. Precies, daarvandaan die benaming swartster. Selfs nie eens 'n ligstraal kan so swaartekragveld ontsnap nie. En as 'n mens die swart sterretjie op die aarde gaan loslaat,
sal het onmiddellik deursak tot die middelpunt van die aarde toe en stelselmatig die hele planeet verslind. Precies, meneer Gordon, precies. Die aarde sal binnen een dag of wat weggevreed word tot het daar letterlijk niks oorblij nie. Die hele sonnestelsel kan met tyd vernietig word, soos die swart ster groter en groter word. Nee, onmiddellik. Jy sal een paar jaar kans hê om die planete te plunder en om te neem wat jy wil, voordat alles finaal vernietig word. Ons het net in min besluit om die eenheid op een gereedheidsgrondslag te plaas. Ons mag nie onverhoeds betrap word. Dit is baie moeilik om gereed te wees as een mens nie eers weet met wat er wapens die aanval geloods gaan word nie. Toe maar bekee, in die verlede kon ons daarom altyd plan maak. Dis nou waar die verskil tussen mens en machine inkom, Pikkie. Een mens kan redeneer en aan alternatieve moeilikhede denk, maar rekenaar. Nou, moet ons nie persoonlijk raak nie, luitenant. En nog iets verder, Lida? Opperbevel dra speciale woord van dank oor aan bewegende rekenaarrobot Pikkie vir die gesonde oordeel wat hy by verskeie geleenthede aan die dag gelê het. Sien jy, luitenant, een dag sal jy moet erken dat jy nie sonder my kan klaarkom nie. Die besending is gelaai. Kan ek maar opstijg? Meneer Gorman, u het toestemming om te vertrek. Dit is seker nie nodig om te herhaal dat die besending uiters versigtig hanteer moet word nie. Ek sal ons babietjie baie mooi oppas, hoogheid. Hy moet mooi groot word en sommer baie eet. Weer eens dankie dat jy aan my die geleentheid bied om deel te neem aan hierdie grootse projek. Hoor en uit. En nou is die tyd om Delle Reis op doppie te klink. Ons koers aarde toe. Aarde toe, baas? Dink jy dis wys? Wys of nie? Ek moet hierdie pakkie gaan aflever. Daarna sal daar niemand wees wat my kan verdink nie. Hulle sal allemaal dood wees. Goeiemorgen, juffrou Fourier. Het ek toestemming om te kom land? Sekerlik, meneer Gorman. Mag ek vra wat die doel van u besoek is? Ag, genietigheidjie, juffrou, genietigheidjie. Ek moet een besending minerale in die stad aflever. Goed, meneer Gorman. U weet waarom neer te strijk, oor en uit. Jammer om te steer, professor. Meneer Gorman het toestemming gevra om ons landingsfaciliteite te gebruik. Ek het gedink ek moet u daaroor inlig. Dank je, Lina. Ek sluit nou by jou aan om een woordje met meneer Gorman te wissel. Het gebeur nie gereeld dat so'n invloedryke persoon ons hoofdkwartier besoek nie, hè? Dan kan hy ons inlig oor die veiligheidstoestand buiten ons grense. Dag, sê meneer Gorman. Dit is onverwachte plezier. Dank u, professor. Ek het besluit my gauw pakkie of twee te kom aflever. Sal my nie lang bezig hou nie. Ek kan nie vertoef nie. Nee, professor. Ongelukkig nie. My sake belange en ander dele van die heel al hou my redelijk bezig. Vorder die sake nou wens, he? Ja, dank u, professor. Ek gaan binnen een dag of twee groot slag slaan. Maar daarvoor kan ek nog nie praat nie. Hoe staan sake by u? Die krokons bly steeds ons grootste probleem, meneer Gorman. Ek het gewonder of jy nie dalk inligting bekom het wat ons kan help nie. Inligting? Hoekom sal ek aan nou inligting van Krokon hê? Wel, u reis gereeld, meneer Gorman, dalk het u iets te hore gekom. Ons vermoed dat die Krokons een groot aanval beplan. Nee, ek het niks te hore gekom nie. Ek sou u natuurlijk ingelig het as ek van soeis verneem het. Natuurlijk. As jy my dan sal verskoon, ek wil so gauw moontlik wegkom. Tot ziens, professor. Tot ziens, meneer Gorman. Sit die apparaat daar neer. Ek denk dis gepast door ons een van Intersterse pakkamers gebruik om ons geskenkie vir een paar minuten te stoor. Hoe sal ons die dinge in werking stel, baas? As ons eerst veilig is, sal die radiokie die lasers afskakel. En dan is daar ter.
Meneer Goldman, u heeft toestemming om te vertrekken. Kom keier gerust volgende keer een beetje langer. Hoor en uit. Dank je, mevrouw Fournier. Hoor en uit. Volgende keer. Daar zal niet een volgende keer wees nie, Poppy. Dus jammer, ons kan hier blij om die ding te aanskou nie. As jy gek, oor 'n paar uur gaan die aarde die onveiligste plek in heel al wees. Stuig op! Tot ziens, my liewe aardmense. Alles sal vinnig en redelijk pynloos gebeur. Dis 'n radio sy met vir my vriend is. Ag, nou ja, ek hoef my seker nie daaraan te steur nie. Die ruimte is vol vreemde radio syne. Oh, nou ja, Pikkie, ek gaan inkruip. Wat van jou? Gaan slaap gerus, juffrou. Ek voel spannend. Oh, rustig. Ek bly maar een rokkie hier. Goed, Pikkie. Tot morgen dan. Sal jy die veiligheidstoestelle nagaan? Sekerlik, juffrou. Goeiedag. Ek is nie pluis nie. Ek voel dit aan. Dit kan nie baard wees nie. Een zwart ster. So ja, weer thuis. Jy weet, aan die een kant is het jammer dat die aarde vernietig gaan word. Daar is toch een paar aangename herinneringen wat ek sal oorhou. Toe maar, baas, die beloning sal die verlies van die aarde heel te mal draaglik maak. Ons sal die sonnestelsel stroop, al sy rykdom sal onsin wees. Jy is reg, allemaal wat in ons pad staan moet sterf. Swart ster? Ek kan het skaars glo. Pikkie, hoe seker is jy van jou feite? Daar's geen twyfel nie, professor. Die swaartekragveld van die aarde het aansienlik verander soos sy middelpunt weggevreet word. Hekstrale word vrygestel soos die materie verslind word. En ons het die plek gevind waar die swart ster die aardkors binne gedrink het. Dit is vir jou gemors. Sover ek weet is daar niks wat die proces kan stopsit nie. Een zwart ster is onkeerbaar, hy verslind letterlijk alle materie in sy onmiddellike omgeving. Dit is weer krok onse werktie. Haar die nieuwe aanleg van hulle. Beskermende klerendrag van die werkers. Die ekstrale wat vrygestel is. Dis waar hulle die vervlakse ding ontwikkel het. Wat nou gemaak? Daar is net een uitweg. Ons kan die zwart ster nie nou stopsit nie. Al wat ons kan doen is om die oorlosie terug te draai en daar die krokon aanleg met die grond gelijk te maak. Pikkie, jy stel voor dat jylle in tyd teruggaan, tot voordat die swart ster finaal ontwikkel is. Ja, professor, ons het mos die tydmachine wat ons in die geskiedenis sal terugneem. Die tydmachine is nog nie behoorlik getoets nie. Ek kan nie toelaat dat jylle die kans waag nie. Professor, ons moet ten minste probeer. Ons moet die tydmachine gebruik om in die verlede terug te gaan. En ons moet probeer om die krokon vervaardigingsaanleg te vernietig. In der waarheid in die tyd voordat hulle die swart ster kon vervolmaak. Dan moet ons probeer terugkeer na die hede. Veer met die tydmachine. Nou goed. Het is duidelijk dat daar niks anders is wat ons kan doen nie. Beheer, Impala 1 vraag toestemming om te vertrek. Hoor. Impala 1? U het toestemming om te vertrek. En bring vir my een antieke stoel saam as julle uit die verlede terugkeer, hoor. Oor en uit. Ach, professor, ek is so bekommerd. Sien hoe hulle kan nie weer na die hele terugkeer nie. Sien hoe hulle gaan terug tot by Van Riebeek of tot by die Groot Trek. Kaptein de la Rey en Luitenant Buys is van die selde stoffasie as die ou pioniers gemaak, Lida.
Dus daarom had ik hulle vertrouw om die tijdmachine te gebruik. Hulle het nie bang haar op hulle koppe nie. Nou, ons sal daarom kan sien of die geschiedenisboeken recht geskryf is. Wel, ons sal daarom so ver in die tijd terugkeer nie, luitenant. Ons sal net op die verlede jaar wees. As alles recht verloop, ja. Gedakot moet ons nog die oorspronkelijke grotbewoners. Die ventilante tijdmachine is op die skerp, kaptein. Luitenant, neem Impala die tijdmachine binnen. Te my sin, kaptein, maar hier gaat ons. Luitenant, stel die tijdmachine in werking. Eergister, hier kom ons. Wel, heren, hier bevind ons nou in die verlede. Dankzij Einstein zijn speciale relativiteitstheorie wat die constructie van hierdie tijdmachine moontlik gemaakt het. Ek verkies die hede. Kom ons maak gauw klaar, kers. Ek het oormorgen afspraak, of is het aanstaande jaar? Hyperversnelling, luitenant. Koers. 6, 5, 7, 3. Ten die tijd is hulle nie meer met ons nie. Nee, hulle beleef nou wat 'n jaar gelede plaasgevind het. En hulle sal binnenkort weer met ons wees. Althans, ek hoop so. Ek hoop van harte so. Sodra ons krok onze atmosfeer binnendring, sal hulle net soos ons skielik na die verlede teruggevoer word. Het sal so skielik gebeur, hulle sal nie weet wat hulle getref het nie. Hulle sal nie eens agterkom nie. Het sal vir hulle soos 'n droom wees. Dit behoort ons aanval aansienlik makliker te maak. Die omskakeling sal so gauw geskied, dat ons hulle heeltemal onverhoeds sal betrap. Ons is nou by Krokon. Beëindig die verstelling. Teen die tyd is ons swart ster besig om die aarde stelselmatig van binnen te verslind. Hoogheid, dit was voorwaar 'n geniale plan waarmee voor een dag gekom het. Hoe ver het ons met die vervaardiging van die swartster gevordermanskap? Ons het die swartster bijna vervolmaak, Hoogheid. Ek wil onmiddellik ingelig word sodra dit gereed is. Dadelik, Hoogheid. Ons is sowat 30 sekondes van die teken af, kaptein. Dankie, Pukkie. Maak gereed die wapentuig. Vuur! Wat is fout? Dis 'n aanval, Hoogheid. Daar is 'n vreemde ruimtetuig oor ons hoofstad. Dis 'n ruimtetuig van die aarde af, Hoogheid. 'N Impala ruimtetuig. Dari! Die vermetele vrug! Kom, maak dat ons wegkom, kerels. Hyperversneller! Hoe de ongeluk het hulle achtergekom waarmee ons bezig is. Antwoord my, manskap! Waar was ons? O ja, die aardese ure is min, hè? Hoe gaan dit met ons swartster? Hoogheid, zover ons weet is die swartster bezig om die aarde te verslind. Ga, ga. Daar die akelige swartster is weg. Ja, ja, Lina, dit lyk my werklik hulle het reg gekry.
daarom een prachtige stad die. Maar die mooiste meisjes in die land. Okay, maat. En waarom van die noordense doodies? Oh, alles ook mooi. Is feitelijk 1000 jaar sinds het Jan van Riebeek hier aangeland. Ja, wanneer was dit nou weer? Jan van Riebeek heeft in 1652 aan die kamp geland. Dank je voor die inlichting, Pikkie. Je hebt je roeping gemis. Je moest geschiedenisonderwijzer geworden. Ik zou glad niet opgegeven hebben, kaptein. Die geschiedenis is een baie interessante vak. Zoals ons daar onlangs in die tijdmachine ervaren. Ja, nee, kerels. Ons het een prachtige stad. En een prachtige planeet. En ons moet daarvoor zorgen dat die kroek ons dit niet vernietig of in die handen krijgt. Weet meneer Korman dat ons op pad is, hoogheid? Ik het hem dat weet, ja. Maar al had ik dat niet gedoen, zou ik het in hier die tijd al uitgevonden. Meneer Korman heeft die beste private inlichtingsnetwerk in die hele kom. Dit is zeker waarom hij zo rijk en invloedrijk is, hoogheid. Ja, en daarom moet ons van zijn diensten gebruik maken, als ons die aarde wil vernietigen, maatschap. Hij kan hem overal inwurmen. Het is baie nuttig als je die vijand onverhoeds wil betrappen. Baas, ons het Prins Carnatische ruimtuig op scherm. Ah, ek sien. Betijd soos gewoonlik. Kroek ons mag soms bietjie dom wees, maar hulle is altijd precies en correct. Sal ons maar weer die gewone verwelkomingsprocedure volg, baas? Ja, wat? Die kroek ons word altijd door ceremonies beïndruk. Ons moet hulle maar so ver moeilijk probeer gelukkig hou. Totdat ons kan bekostig om hulle af te skryf. Hoogheid, ons is feitelijk bij meneer Gorman se asteroïde. U kan maar contact maken. Moet niet vir my sê wat ik moet doen nie, domkop. Ek sal self besluit wanneer ik met meneer Gorman wil praat. Meneer Gorman, Prins Carnati hier. Ons kom land. Ons kom land, sê hy. Carnati vraag niet toestemming nie, vermetele vent. Op een dag zal hij van mij toestemming moet vragen. Hij zal om zijn leven moet smeek. Hoogheid, ons verwacht. Strijk neer net wat jullie daarvoor gereed is. Zolang het net die later is, morgenochtend is nie. Al die mannen bij elkaar. Goedenavond, meneer. Hallo, Lida. Zo'n volmaakte aand. Ons staan al die afgelopen half uur die uitzicht en bewonder. Ja, dat is werkelijk lieflijk. Daar is niet eens een Zuidoostenwind wat waai nie. Ach, Leda, een mens raak die Zuidoost gauw gewoon. Ik weet daarom nie, luitenant. My kapsel is gedurig die in mekaar gekrap. Hoi, wat se skynsel is dit in die lucht? Oh, dis die asteroïde gordel, Leda. Die sonstrale word daar vandaan teruggekaat, zodat ons het kan zien. Amper soos een miniatuur melkweg. Die melkweg is eindelijk iets anders, juffrouw Villiers. Die melkweg wordt door die sterren van ons zonnestelsel gevormd. Miljoenen der miljoenen kilometer ver. Ah, is daarom romantisch. Net jammer, daar is geen maan nie. Als daar een maan was, zou ons nog die asteroïdegordel, nog die melkweg kon zien. Jammer dat de mens niet alles gelijk kan heen. Maar is nogthans romantisch genoeg. Prins Carnati van Krukon. Prins Carnati, ik is bijzonder blij om u te zien. Ja, ik ook. Waarmee kan ik vandaag helpen? U kan mij helpen met de zaak waarmee ons al jarenlang bezig hou. Ah, is het ook die vernietiging van kaptein Delarey en die aardmachten? Wat dan anders, meneer Gorman? Dit is een taak wat zo gauw mogelijk afgehandeld moet worden, zodat ik mijn uiteindelijke doelwit kan bereiken. Die oorheersing van die heelal. U weet dat hij aan mij die volmaakte bondgenoot het, hoogheid. Die vernietiging van die aardmacht en vooral die dood van kaptein Delarey en luitenant Wijs, leid mij na aan die hart. Maar tot mijn bittere spijt konden ze dit nog niet recht krijgen. Ja, hoogheid, tot die wonderlijke zwartster het misluk. Ongelukkig had ik niet geweten van de tijdmachine. Hulle kon die zwartster vernietigen, nog voor ons dit klaar vervaardigd het. Ja, hoogheid. Die aardmeisje is soms slimmer is wat ons bereid is om toe te geven. Boch, hulle was maar net gelukkig. Maar die keer heb ik een plan wat onfeilbaar is. Zo? Ja, meneer Gorman.
Ons gaan die aarde onder een sterrenreen toegooi wat hulle sal pap slaan. Zo pap dat niemand hulle vermeense sal aansien nie. Die feit bly staan, mense. Kroekon sal nie rus voordat die aarde volkome verslaan is nie. En ons sal geen mens ontsien nie. Vir die kroekon sou die begrip lewe geen betekenis in nie. En ek verstaan hulle behandel hulle rekenaars vreselijk slecht. Ek het nog altijd gesê, een mens kan die ontwikkelingspeil van beskaving met aan die manier waarom hulle hulle rekenaars behandel. En die oude dae was het dieren, nou is het rekenaars. Wel Adam, ons het daarom nog een paar dieren in parke en dierentuine om te wees hoe hulle gelijk het. Trutal dieren, hulle het blijkbaar so gemors. Vol vlooien geweest en allerhande kiemen verspreid. Zes, ik denk dus baie gerichtelijker op een rekenaar aan te houden. Meneer Gorman, dit is hier die asteroïde gordel wat die aarde gaan vernietig. Prins Carnati, u moet me verskoon als ik zei, dit klink iets wat ver gezocht. Op die oog af, ja, en onder normale omstandigheden zal het geen gevaar voor die aarde inhouden. Maar ik wil voorstellen dat ons abnormale toestanden in die asteroïde gordel skep. Ooit, ik wacht in spanning. Zoals u weet bestaan die asteroïde gordel uit miljoenen kleine planeten en rotsblokken, wat na die ontstaan van die zonnestelsel en die grotere planeten oorgebleven het. Een mens kan het maar bouwafval noemen. Dus waarom ik een asteroïde gekies heb als die volmaakte vermomming te nieuwsgierig is. Als een mens die wintelbaan van die asteroïde gordel zou kunnen samenvallen met die van die aarde, zou die aarde door een onophoudelijke stortvloed meteorieten pap geslaan worden. Ja, ik kan denken wat er verwoesting dit zou zijn. In Namibië het een meteoriet van 80 tonnen krater van 100 meter in deursnee die aarde uitgerukt. Denk net wat zal gebeuren als een klein planeet van 600 kilometer in deursnee in die aarde vastjaagt. Nee, net één planeetje nie, meneer Gorman. Honderden! Daar zal niet een enkele oorlevende op die aarde wees nie. Hey, dat is een heerlijke gedachte. Maar prins Carnati, ek is bevreesd, dus alles weensdenkerij. Glad niet, meneer Gorman. Dit is wel moontlik om die wentelbaan van die asteroïde gordel te laten krimp, totdat het met die wentelbaan van die aarde samenvalt. Die volslagen vernietiging van die aarde is binnen ons bereik. Vanaf prins Carnati uit aanhouding hier op die aarde ontsnappen, gaan het al slechter met ons veiligheid. Ja, tot dusver kon ons elke kroekon-aanslag afweer. Maar hoe lang gaan ons het nog recht krijgen? Nee, wat Charles. Nee, ik heb volle vertrouwen in jullie. Ik word net kwaad omdat ons zo baie geld aan verdediging moet uitgieten, terwijl ons het eindelijk aan die verdere ontwikkeling van ons planeet moet besteden. Ons wil een aantal van die asteroïdes in magneten omskep. Zoals je weet, meneer Gorman, bestaan die asteroïdes grotendeels uit ijster en nikkel. Ja, prins Carnati. Ik stel voor dat onze satelliet in een wentelbaan langs die asteroïde gordel plaatst. Die satelliet zal ingesteld zijn om die asteroïdes met een groter ijster en nikkel in te bestralen en een magneten te omskippen. Die asteroïdes wat magneten geworden, zal hij ander aantrekken. En zodoende zal hij nader aan elkaar bewegen. U is op je rechte spoor, meneer Gorman. Als al die asteroïdes elkaar aantrekken, zal hulle wentelbaan noodwendig kleiner moet worden, totdat het met die van die aarde samenvalt. En die aarde zal door een voortdurende sterrenreen uitgewis worden. Magnifiek, prins Carnati, magnifiek! Die keer kan het niet verkeerd lopen. Dan is het zo afgesprek. U, meneer Gorman, zal die magneetbestralingstoestel in een wentelbaan na bij die asteroïde gordel plaatsen. Dat zal voor u makkelijk wees, omdat uw ruimtetuig in elk geval zoals een asteroïde lijkt. Die aardmeester zal niks achterkomen als wie daar rond beweegt niet. Na ik dit gedoen het, zal ik bij Interster hoofdkwartieren draai gaan maken. Ik zal terloops melden dat ik een vreemde magnetische veld bij die asteroïde gordel opgemerkt heb. De Larry en Buis zal gaan onderzoek instellen. En omdat hulle ruimtetuig meestal uit staal bestaan, zal hulle ook in een magneet omschepen. En dus tot ziens aan Impala 1. Nou ja, meneer Gorman, ik heb reeds opdracht gegeven dat die toestel naar uw ruimtetuig oorgeplaatst wordt. Ik zei dus ook. Tot wederziens. Tot ziens, prins Carnati. Ik weet dat ons die keer succesvol zal is. Maar meer leidt. Hij laat die toestel afleiden voor ik toestemming daarvoor gegeerd. Maar het klinkt in elk geval naar een goede plan. Ik hoop net die simpele Gorman krijgt het recht om de Larry en Buis op die rechte tijd bij die asteroïde gordel te krijgen. Hoogheid, als ik een mening kan lucht,
wil ik net zeggen dat meneer Gorman altijd zijn plichten uitvoert. Die fout komt wanneer de Larij en Buis op die toneel verschijnt. Ik wijs hulle was aan ons kant, hoogheid. Onnozo, jij durft voorgeven dat de Larij en Buis meer uitgeslapen is als ik. Ik laat jou aan je oren ophangen als straf voor je ontrouwheid. Hoogheid, ik vraag duizendmaal om verschoning als ik enig iets verkeerd gedoen heb. Ik heb het niet zo bedoeld, niet, mijn groot, groot prins. Blijf dan stil en rij krokant toe. Hier in Jemmer zal Buizendelarij niet weer die kans krijgen om ons plannen te verongelukken. Het is bijzonder gaaf van jullie om mij op zo'n wonderskone aand te nooien om samen jullie te eet. Dat is een plezier, Lida. Je doet zo bij voor ons. Dit is net een blijkje van ons waardering. Ik is net verbaasd dat een mooie meisje zoals jij niet vanavond de afspraak gaat, het niet? Ach, luitenant. Ik kan niet zelf van jou zeggen. Jij is moest die haan onder de henen. Nee, wat een meisje kan niet elke avond van die week uitgaan, nie. Ja, is net jammer, Pukkie kon niet aankomen. Hij zei dus tijd dat zijn batterijen herlaai wordt. Ja, lijkt mij allemaal rust terwijl hulle die kans krijgt. Dan kan ons voortgaan. Ons lanceer die satelliet terwijl ons op pad aarde toe is. Bas, ik moet u geluk wensen met die vermomming van die asteroïde. Van buiten af komt mens niks achter nie. Dank u, mijn vriend. Ja, ik moet zeggen, dit was een blink gedachte. Ons is bij die asteroïde gordel, Bas. Pas op, schaap, kom! Je hebt amper een asteroïde vastgereden. Die niet oor in je kop, niet? Doe maar, Bas, ik heb daar die asteroïde lang al gezien. Moet niet bekommerd wees. Ontspan, Bas, ons rijdt niet meer een motorkar nie. Vandaagse ruimtetuie is gebouw om te gaan loop. Hulle draai op een tikkie. Moet niet zo baie praat nie en kijk voor jou. Lanceer die satelliet. Moet ons nie eens een beetje vinniger rij nie, Bas? Nee, jou onverskillige ruimtevark. Lanceer die satelliet. Sensatiebelust, dis wat jy is. Al wat jij wil doen is jagen en spelletjes met de ruimtetuig speel. Die satelliet is in een wentelbaan langs die asteroïde gordel geplaatst, Bas. Ongelooflijk dat het zo ver gevorderd zonder om een ongeluk te maken. Ons is ver genoeg van die satelliet af om die magneetveld vrij te springen. Schakel die ding aan, man. Dat is magneten van jullie stukken rots kan maken. Recht, Bas. Bas, dit lijkt mij dit werk. Kijk op hoe weer die twee asteroïdes nader naar elkaar toe. Hulle draai zelfs dat die negatieve en positieve polen bij elkaar uitkomen. Gaaf, gaaf. Nou kan ons aarde toe gaan. En rij voorzichtig. Morgen, Pukkie. Jij is vroeg op. Ja, vrouw Palier, u weet goed, ik slaap niet. Ik heb moest gisteren mijn batterijen laten herlaai. Ach, Pukkie. Voor mij is jij zo na aan een mens. Ik vergeet soms die kleine pinkjes. Ga maar, kaptein de Larij en luitenant Buis voor mij wakker toe. Met plezier, juffrouw. Dit zal vooral voor mij lekker wees om luitenant Buis wakker te maken. Hij is een rechte laat slapen. Interster beheer, interster beheer.
Meneer Gorman hier. Ik vraag toestemming om te land. Routinebezoek. Hoor? Ons heeft geen bezwaar nie, meneer Gorman. U heeft toestemming om te land. Oor en uit. Is nogal lekker om thuis te wees, baas. Het zal niet meer lang bestaan nie, my vriend. Kijk maar goed rond dat je kon het hoe dit gelijk het, voordat ons alles vernietigt. Het ons nog niks van Gorman gehoord nie. Nog niks nie, hoogheid. Hij moest ons laat weten hoe die plan vorder. Ik weet daarom nie. Morgen, meneer Gorman. Waaraan het ons die bezoek te danken? Morgen, juffrouw Vlie. Een zakenbezoek. Ik had gedacht ik zo net kom inloer. Sê morgen, juffrouw Vlie. Morgen, juffrouw Vlie. Je moet allemaal verskoon, juffrouw. Als je zo lang in die ruimte zonder vrouwelijke gezelschap moet blijven, dan raak je manieren achter. Ik verstaan, meneer Gorman. Als zal ik maar groet. En draag alsjeblieft mijn beste wensen oor aan die professor en de rest van die personeel. Interster is die beste ruimtevrachtmaatschappij wat ik ken. Dank je, meneer Gorman. O ja, daar is nog iets wat ik wil gezegd. Ik heb een vreemde magneetveld na we die asteroïdegordel opgemerkt toen ik hierin op pad was. Ik heb gewonder of jullie misschien diezelfde ding bemerken. Daar je vrouw van hier is niet een slecht poppie, nie, baas. Niet een slecht poppie, nie. Ze is helemaal buiten jouw klas, maat. Hou op nou met kletsen, dat ons wegkom. Voordat we ongemakkelijke vragen gaan vragen. Als meneer Gorman zei, daar is een vreemde magnetveld nabij die asteroïde gordel, dan is dit zo. Hij is die best ingelichte en we die in ons hele sterrenstelsel. Ik stem samen dat ons moet gaan kijken of daar iets aan de gang is, professor. Als er fout is, kan het ons ook raken. Baas, ik denk ons moet voor prins Carnatti laat weten dat ons die plan in werking gesteld het. Ja, hij is per slot van zaken ons genoot in hierdie poging, nee. Ons gebruik maar die code om voor hem te laat weten. Net een geval iemand inluister. Krokon prins. Asteroïde plan in werking gesteld. Herhaal. Asteroïde plan in werking gesteld. Een palen onderweg naar tekengebied. Uit. Prachtig. Dit moet die einde wees van de larij en zijn labbe, luitenant. De asteroïde gordel is nou maar 200 kilometer van ons af, kaptein. Genuchtig. Dan moet ons nu hyperversnellen beëindig. Luitenant. Meneer Gorman was recht, kaptein. Ik bespeer een magnetische veld bij die asteroïde gordel. Luitenant, beweeg voorzichtig langs die asteroïde gordel af. En wees op je uitkijk, kerels. Kijk, daar is iets voor toe. Dat is een satelliet van een of andere aard. Rij voorzichtig nader. Nee. Dat is dit satelliet wat die magnetisme uitstralen kan zijn. Alle motoren gauw, voordat ons in die magneetveld vastgevangen wordt. Dit helpt niks, kaptein. Die aantrekkingskracht is te groot. Wel, hier zit ons, zoals modder aan een wolk ombers. Ah, ik probeer die radio. Aardbasis. Wordt erop. Aardbasis. Professor, ik het mij verbeel, ik hoor die begin van een sein van Impala af, maar nou is alles dood. Aardbasis, Impala 1 roep, hoor. Ja, nee, net as ek gedink het. Die magnetische veld is te sterk om enige sein hoegenaamd deur te laat. Kaptein, ek skat ons het nou in een lelike bedaring. Hier is my ontleding van die toestand. Soos jy weet, trek magnete en eister mekaar aan.
en zo ook natuurlijk de tegenovergestelde polen van twee magneten. Met gebruik van de satelliet wordt daar nu in de asteroïde gordel magneten geschept. De asteroïde gordel zal een optrekkamp zoals de proces voortgaan, totdat de wentelbanen van de asteroïde gordel en die van de aarde samenvallen. Genuchtig. De aarde zal onder miljoenen der miljoenen te maai meteorieten toegegooid worden. Dat zal natuurlijk de einde van de mens betekenen. En dat lijkt voor mij onafwendbaar. Tenzij ons dat recht krijgt om ons los te wonen. Kaptein, ik denk ik heb een plan. U is natuurlijk daarvan bewust dat die inerse polen van die twee magneten elkaar afstoot. Ja, Bucky. Wat stel je voor? Ik wil mij in een elektromagneet omschip en op daar wijze impala van die asteroïde af wegkrijgen. En ik zal van mijn eigen kracht vooraan gebruik maken om impala te leggen. Ik zal net daarvoor zorgen dat die kracht in de rechte richting vloeit, zodat ons die verlangde uitwerking verkrijgt. Bucky, het zal al jouw kracht verbruiken en jij zal onder die ruimtetuig moeten gaan staan. Je zal helemaal uitgeput wees, zie ik haast voor. Ik is bereid om die hoogste offer te brengen. Krokon mag niet overwinnen. Kaptein, ik is gereed. Bijt net de oomlik vast, Bucky. Adam, hij zal het misschien niet oorleef nie. Het zal ontzettend baie elektrische kracht verg om die palen van die asteroïde af weg te lig. Ik weet, maar wat kan ons doen? Goed dan. Reg, Bucky. Ons is gereed wanneer jy gereed is. Waar reg? Hou uit, Bucky! Hou uit! Bucky, ons is bijna uit die magnetische veld uit. Nog net een paar secondes, Bucky, hou vast! Ons is bijna in die magnetische veld, kaptein. Is mijn vrees is klaar praat met Bucky. Ek sal hom gaan haal. Hou jy net in palle buiten die magnetische veld. Vernietig eerst daar die satelliet. Zo ja, thuis toe. Bucky moet bij je elektrotechnicus uitkomen. En vinnig ook.